Middag allemaal, wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Oep. Blijf staan. Nou, dat was het. Nee, Super gaaf dat, uh, dat jullie hier allemaal zijn en met zoveel mensen uh, ja, naar ons verhaal uh, komen luisteren wat wij uh, het afgelopen jaar hebben gedaan. Uh, een hoop uh, bekende, maar ook een hoop onbekende gezichten. Uh, misschien dat jullie ons dus wel kennen, maar als we jullie niet herkennen, sorry daarvoor. Uh, maar uh, ja, superleuk dat jullie uh, ons allemaal zo uh, gevolgd hebben. Um, ja, in de komende twee uur, uh, met een pauze ertussenin, nemen jullie mee in wat wij afgelopen jaar allemaal hebben gedaan. Uh, ook de voorbereidingen, hoe dat een beetje is gegaan en uh, ja, wat voor uitdagingen en mooie dingen we onderweg hebben gezien. Um, en we willen eigenlijk uh, beginnen met een, uh, een korte overzichtvideo. Uh, Ja, ik krijg het er nog steeds warm van ik heb het wel tegelijk, maar goed. <laughs> uh, ja, het is uiteindelijk dus gewoon gelukt. Uh, we hadden ooit het idee om eens uh, een hele lange reis te maken met een elektrische auto en zonnepanelen. Uh, volledig zelfvoorzienend. En uh, ja, dat hebben we nu gedaan. Uh, dus dit eigenlijk een beetje heel erg samengevat met één Skoda Enjak, die hier nu staat, nog heel. Uh, en twee personen hebben we in dertien maanden. Uh, 15 projecten bezocht in Afrika om eigenlijk te leren hoe zij inspirerend bezig zijn met duurzaamheid. We zijn door 38 landen gegaan. Uh, 34% hebben we uiteindelijk op de zon gedaan. Uh, dus echt met het laden met 40. onze eigen 43% op de zon, sorry. Uh, <laughs> um, en vooral van Noord naar Zuid hebben we het meeste gedaan, 1, 5, of, ja, 1, nee, 54%. Um, en met 60 zonnepanelen. En dus ja, in totaal 38.000 kilometer. Dus bijna letterlijk de wereld rond. Uh, een hele reis. Maar we willen jullie eigenlijk eerst dus helemaal terugbrengen naar hoe dit nou ooit ontstaan is. Dat wij dit überhaupt wilden gaan doen. Um... Ja, dat is eigenlijk begonnen in 2019. Uh, wij zijn toen uh, naar Namibië gevlogen. Uh, en hebben daar een 4x4 gehuurd. Waarmee wij uh, ja, Namibië en ook Botswana uh, rond zijn gaan rijden. Uh, en voornamelijk in uh, Namibië zagen we de droogte. Het is ook een land wat gewoon van zichzelf vrij droog is. Maar we zagen ook van ja, als het hier dus nog warmer wordt, dan groeit hier nooit meer wat. Uh, en dat was voor ons een, be een besef van ja, misschien moeten we toch ons, uh, meer ons steentje bij gaan dragen aan, uh, aan duurzaamheid. Dat was voor ons ook de reden van nou, we vliegen nog één keer en dat is naar huis en daarna een tijdje niet. Of misschien wel nooit meer. Uh, uiteindelijk door corona werd ons dat wel heel makkelijk gemaakt, maar dat terzijde. Um, maar uiteindelijk zijn wij uh, op een uh, duurzame manier naar Noorwegen geweest. Um, en uh, ja, hebben we eigenlijk met, um, met de Tesla Model 3 uh, hebben we een hele mooie reis gemaakt. Uh, met ook uh, achterin een uh, zelfgebouwd bed waar we in hebben geslapen. Um, en hier is eigenlijk het, uh, het idee ontstaan: van ja, uh, sowieso is Noorwegen vrij eenvoudig om daar met een elektrische auto te rijden. Die lopen uh, best wel ver voor voor Europa. Uh, en dat was eigenlijk een beetje te makkelijk. Dus we dachten van nou kunnen we niet iets uh, uitdagenders vinden. En zo kwamen we eigenlijk op het idee om uh, ja, misschien toch wel door Afrika te gaan reizen met een uh, elektrische auto. Ja, dus hoe, hoe begin je dan? Uh, want dan heb je dat idee, maar dan, wij konden dat niet allemaal zelf. Uh, dus onze eerste stap was eigenlijk om het eens te gaan delen. Dus uh, dit deden wij, dit was bij ons in de tuin met een tuinfeest met familie en vrienden. Uh, Daar zijn wij voor het eerst gaan delen dat we dit idee hadden. Om eens te kijken van, goh, hoe, hoe klinkt dat nou als wij dat zelf zeggen tegen mensen? En hoe reageren mensen erop als ze dat van ons horen? En dat zaaide voor ons eigenlijk het zaadje alleen maar meer. Omdat we merkten, iedereen vond dat zo leuk. En uh, soms wat sceptisch van, ja, kan dat dan wel? Uh, maar zeiden we zeiden wel van, ja, als, als je dat erin gelooft, ga het dan vooral doen. En uh, ga er ook vooral over delen en zoek partners erbij, want dan kun je veel meer bereiken dan alleen. En uh, ja, dat is eigenlijk ook wat we toen uh, zijn gaan doen. Um, daarbij, ja, er zijn heel veel routes dan naar hetzelfde doel, letterlijk en figuurlijk. Uh, wij wilden naar Kaapstad en terug, um, maar dat, ja, je krijgt dan niet van iedereen meteen een ja, als je komt met zo'n raar idee. Uh, dus het was steeds heel flexibel zijn, dat als je dan weer een, een nee kreeg van iemand of iets, of iets bleek toch geen optie. Dan proberen wij daar steeds iets creatiefs van te maken, om weer een andere route te vinden, om toch weer naar dat doel door te gaan. En uiteindelijk begonnen we met iets, en dat was een eerste opzetje van een presentatie, om dan maar gewoon mensen te informeren van ons idee. Want je moet uiteindelijk een droom, een dromen idee in je hoofd, moet je toch op papier zetten om mensen mee te krijgen. Uh, initieel hadden we bijvoorbeeld nog in gedachten om met een uh, Rivian uh, te gaan, een uh, Amerikaanse uh, uh, leverancier of maker van auto's, uh, die nog steeds niet in Nederland te koop is. Dus we zijn blij dat we daar af hebben gezien. Uh, en de route bleef uiteindelijk wel hetzelfde en uiteindelijk bleef ook ons, ons uiteindelijke goal hetzelfde: en dat was elektrisch naar Kaapstad en weer terug. Um, en ja, om toch met partners uiteindelijk het gesprek aan te gaan wat de mogelijkheden zijn, hebben we uh, partnerpakketten gemaakt. En dat hadden wij nog nooit gedaan. Dus ja, hoe ga je dat aanpakken? Ja, uiteindelijk komt het gewoon op neer, gewoon proberen en vragen. We hebben heel veel gehad aan het studententeam uh, van, uh, van Eindhoven, die uh, met hun zonneauto's natuurlijk ook uh, veel partners benaderen. Uh, we hebben heel veel uh, informatie uitgewisseld. Ze dus hebben ons daar echt uh, heel goed uh, in geholpen. Uh, en uiteindelijk heeft dat ons ook uh, ja, wat meer vertrouwen te geven om gewoon maar uh, te benaderen. En, en ja, is dit toch een praatplaatje om met, uh, met partners in gesprek te gaan over een, uh, over een samenwerking voor, uh, uh, voor de expeditie? Ja, en ondanks dat we dit allemaal inmiddels hadden, dus we hadden een flyer, we hadden uh, uh, partnerpakketten, uh, onze pitch werd steeds beter. Maar toch bleven we best wel heel vaak nee krijgen als antwoord. En uh, daarom dat we op den duur zoiets hadden van: oké, okay, dit, dit is allemaal te. Hoog overnacht. We hebben niks fysieks, Het is alleen maar een verhaal. En omdat we hem, het lukte, maar niet om een, een partner te vinden die een auto wilde sponsoren voor ons, wat toch een heel essentieel onderdeel is als je wil gaan rijden. Uh, dus ze dachten, nou misschien moeten we dan zelf gewoon uh, de stap in de diepe pagen en uh, gewoon zelf investeren in een auto. Uh, dus dat hebben we uiteindelijk gedaan. Het uh, was heel spannend, maar uiteindelijk was het wel de beste stap die we gezet hebben. Want we merkten echt een wereld van verschil als we dan met die auto bij een bedrijf aankwamen. Want dan zagen ze de auto waarmee wij dat gingen doen. En ook bij onszelf, we waren alleen maar meer gecommitteerd, want we hadden geïnvesteerd. Dus dan zit je er zelf ook net weer wat serieuzer. Dus dat hielp heel erg. En daarnaast was het zo dat wij altijd heel erg doorbleven vragen als we dan ook een nee kregen. Want een bedrijf geeft altijd een nee met een reden. En als je die reden goed snapt, kun je het ook wel beter maken. Dus voor ons was dat echt een feedbackloop. Eh, niet altijd leuk, want soms krijg je dan ook kritiek die je niet per se leuk vindt om te horen. Eh, maar door dat dan even rustig op je in te laten dalen, denk je, ja, er zit altijd een essentie van waarheid in. Eh, en wat kunnen we daar nou van gebruiken om het alleen nog maar tot een beter concept te maken? Ja, dan dit uh, was uh, een TEDx talk. Daar was ik voor gevraagd uh, redelijk vroeg in de expeditie. Toen hadden we letterlijk net de auto. En die zeiden, vind je het niet leuk om te delen wat dit nou met jullie doet om zo'n expeditie voor te bereiden. En ik zei daar heel uh, naïef, heel snel ja op. En op den duur dacht ik van ja, maar wacht even, dit gaat naar ik weet niet hoeveel mensen toe. <laughs> Stel nou dat het niet lukt. Dan weet iedereen dat het ons niet gelukt is. En daardoor zet ons dat eigenlijk heel erg aan tot denken van. De, de angst om dan te falen. zit heel snel ook voor jezelf in de weg. om iets echt te gaan proberen. Want dan geef je jezelf ook heel vaak niet de kans om het te proberen. En daardoor heb ik de hele TED Talk ook vooral gehouden. over hoe je daar overheen kan komen. Dus als je angst hebt om te falen. hoe kun je dat nou juist omdraaien. nadat je dat dan wel gaat doen? Omdat als je het niet probeert, lukt het ook nooit. En daarom ook de slogan van. Moving a mountain starts with moving a stone. Dat is letterlijk ook wel wat wij gedaan hebben. Dus je. Je overziet niet altijd alles meteen, maar het is gewoon beginnen met kleine stapjes en dan kom je steeds dichterbij. En op aansluitend is het ook het geloof in je eigen droom. Want vanuit een droom is het gewoon ja, hartstikke mooi en dromen kunnen alles. Om het fysiek te maken, ja, dat, dat, wordt, dat wordt, moet steeds echter worden. En een eerstvolgende stap, wat voor, voor ons een hele grote stap was, is een sticker aan de onderkant op de bumper van onze Tesla Model 3. En het is maar een sticker, maar voor ons was het wel naar de buitenwereld van hé, hey, wij, gaan, wij gaan dit doen. En daarmee werd het eigenlijk alleen maar groter en groter. Dus bijvoorbeeld ook, we hebben het gedeeld op LinkedIn. Dat was voor ons, eh, mensen hebben het gelezen, het, het werd best wel leuk geliked. Maar voor ons was het super spannend, want ja, ga dan maar een keer terug. En dat, eh, dat maakt het eigenlijk, eh, ja, eh, ja, maar ook wel heel gaaf. Het ja. was, eh, het was een, een periode waar we ons eh, nog nooit zo levendig hebben gevoeld. Uh, het was ook wel dicht tegenaan dat het te veel was. En het was soms ook te veel met de voorbereidingen. Maar we hebben er echt superveel van geleerd. En ja, ook excuses naar vrienden dat het eigenlijk alleen maar hierover ging. Uh, terwijl wij in de voorbereiding <laughs> bezig waren. Uh, maar goed, dat, uh, ik heb wel het idee dat we daarmee wegkomen. Um, en om uiteindelijk toch ook het een beetje meer body te geven met de auto, hadden wij een, een video uh, gemaakt. Ja, Je moet een beetje geloven in jezelf. Dus dat hebben we geprobeerd naar voren te laten komen. Het leuke was ook dat we onze eerste deuk in de auto reden aan de onderkant. Uh, tijdens het maken van het filmpje. Dus dat was ook al van oké. Okay, misschien moeten we het toch een beetje rustig aandoen. Uh, ja, met dit filmpje en een persbericht en alles. zijn we uiteindelijk 1 mei echt uh, voluit gegaan. Dus is een persbericht rond gaan sturen. Gewoon heel bold. We denken we sturen het gewoon naar iedereen. Waar we een mailadres van kunnen vinden en dan kijken wat er gebeurt. En uh, ja, dat was best leuk. Dan kom je een keer in Bramels dagblad en uh, komt er een keer eens een fotoshoot voor de AMB kampioen. Wat echt hele bizarre ervaringen zijn als je zo'n gek idee aan het uitvoeren bent tussendoor. Um, en in de tussentijd kwamen er ook langzaam zo wat partners bij die ons serieus overwogen, die wel met ons wilden samenwerken. Um, en het was ook wel een tip die we hadden gekregen van uh, het solo team Eindhoven ook. Van ja, vier, vier elk klein succes wat je gaandeweg weg hebt. Want er zijn altijd ook enorme hiccups. En door dan die successen te vieren, geef je dat heel veel energie om dan toch door te gaan als het even niet meer lukt. En die fases heb je ook echt. Uh, ondanks dat partners soms willen, blijft het soms ook uitdagend. Want je gaat iets doen wat nog niet gedaan is. En ja, daar komen best wat puzzels bij kijken. Dus dat hebben we soms heel letterlijk genomen en dan vierden we het weer als er een, een stap gezet was. En ook het nieuwe was voor ons het samenwerken. Zakelijk gezien hadden wij nog nooit samengewerkt. We, we, ja, we delen veel over ons werk, we brainstormen er veel over. Maar echt samen aan hetzelfde werken, ja, dat was, was wel even nieuw. Maar dat ging eigenlijk vrij goed omdat we allebei onze eigen verantwoordelijkheid hadden voor de expeditie, maar wel veel begrepen van de ander waar hij mee bezig was. Uh, en ook accepteerde dat, uh, dat het soms juist goed is om even niet uh, ergens veel van af te weten. Omdat je dan vaak wat, uh, wat dommere vragen kan stellen. En ja, dat helpt vaak enorm. Dus hier bijvoorbeeld uh, zijn we aan het puzzelen hoe we de zonnepanelen. We waren al een stap verder dat we ook de zonnepanelen al konden aanschaffen. Uh, en uh, aan het puzzelen van hoe we die nou het beste in de auto uh, konden krijgen. Um, ja, en dat was eigenlijk een hele leuke puzzel samen. Om, ja, uiteindelijk was het ook het zoeken van ja, hoeveel panelen heb je dan nodig? Want je hebt een elektrische auto, je wil daar ja, best een afstand mee rijden. Hoeveel panelen heb je dan nodig om op een dag een beetje een serieuze afstand weer te kunnen laden, dat je dat de volgende dag kan rijden? En uiteindelijk hebben we dat eigenlijk vooral gebaseerd op onze enige ervaring die we hadden toen we in Namibië waren met een brandstofauto. De wegen op veel landen in Afrika zijn toch niet hetzelfde als hier, dus je, je rijdt niet zomaar even 600 kilometer. Dus op de reis die we daar hadden gehad, reden we ongeveer 150 kilometer per dag. Dus en nou, dat wil je toch minimaal ook kunnen laden dan op een dag? Anders dan wordt het echt wel heel, heel langzaam rijden. Uh, dus zo kwamen we uiteindelijk op 60 panelen. En zo is dat steeds een puzzel waarin je eigenlijk weer een stapje verder komt. Later zou blijken dat het, uh, de opwek toch wel wat lager was dan we hadden verwacht. Maar uiteindelijk bleek de auto bleek ook iets minder energie te gebruiken. Dus het uh, heft elkaar een beetje op. Ja. Maar uiteindelijk moest er ook veel de auto uit, want er zat een hoop in dat we helemaal niet nodig hadden. Zoals een achterbank en allerlei andere onderdelen. Uiteindelijk haalden we er ongeveer 100 kilo uit. Er kwam ook een hoop gewicht in terug. Zoals misschien velen hebben gezien, liggen wat laag op de weg. En daar meer over. Uh, en dat was eigenlijk ook de volgende stap die ook wel best spannend was. Want de auto die had nog geen 8000 kilometer gereden en je gaat met een slijpdoel doorheen. <laughs> nou, dat is ook wel een iets definitievere keuze dat je toch wel echt weggaat. Uh, en dat was ook, uh, ik had hier vrij veel moeite mee om dit te gaan doen. Maar uiteindelijk uh, overtuigde Renske mij om, uh, om toch het, uh, ja, de slijpdoel erin te zetten. Uh, en uh, nou ja, dan is het uiteindelijk ook zo uit. Uh, en dat was, uh, was ook nodig voor, uh, uh, ja, voor de expeditie. Uh, ja, hier zie je eigenlijk dus hoe ons systeem werkt. Dus uiteindelijk kwamen we uit op dat we dus 60 panelen mee wilden hebben. Dat deden we in twee strings. En de uitdaging was vooral dat wij daar de auto direct mee op wilden laden. En er zijn tegenwoordig al heel veel laadpalen. Uh, maar om remote te laden, daar was nog niet echt een techniek voor. Want uh, zonnepanelen geven een hele instabiele hoeveelheid stroom. Dus gedurende de dag heb je het parabool van de zon. Maar ook als er een wolk overheen komt, dan verandert dat continu. En ja, dat vindt een auto niet zo leuk, die wil gewoon weten hoeveel die krijgt. Uh, dus daarvoor moesten wij toch op zoek naar een manier om DC-DC te laden, heet dat dan, in gelijkstroom blijven. En daar was nog geen product van op de markt. Dus dat was eigenlijk onze grootste uitdaging, van ja, hoe ga je dat dan maken? Uh, daarnaast was het zo dat wij ook ons huishouden volledig zelfvoorzienend wilden maken. Dus met de zonnepanelen op de auto, wat samen uh, ongeveer 500 watt piek is geworden... Eh, konden wij dan zorgen dat we inductie konden koken, eh, dat we een koelkast altijd hadden draaien en dat we onze eigen elektronica weer op konden laden? Dus dit hadden we nodig en toen begon eigenlijk de zoektocht van: ja, hoe krijgen we dat nou dan voor elkaar? En de volgende stap was eigenlijk dat, eh, dat we met een bedrijf in contact kwamen, Venema, ook aanwezig hier vandaag in de zaal. Eh, en die zei: van ja, dat, dat kunnen wij wel maken. Eh, wij kunnen wel wat maken dat we de zonne-energie omzetten naar dat we de auto mee kunnen laden. Uh, en dat is nergens ter wereld te verkrijgen, dus dat was vrij uniek dat we dat in Nederland konden vinden. Uh, en uiteindelijk uh, was dat voor ons ook wel dat we dat nodig hadden, want als wij op een andere manier hadden willen laden, is dus een, een technisch verhaal, dan hadden we veel meer equipment uh, mee moeten nemen en dan was het misschien op een bepaald vlak helemaal niet gelukt. Uh, en dat was ook dat, het eigenlijk, uh, dat je dus andere partijen meekrijgt om te geloven in, in wat je aan het doen bent. En dat, is wel, dat geeft ook een, een kick om dat te doen. Om uiteindelijk mensen ook in je droom te laten geloven. Omdat je dan zelf ook zegt, van: oh, misschien is dit daadwerkelijk meer dan een droom. Hoe gek dat ook klinkt. Um, en uiteindelijk was dat gewoon de eerste keer laden uh, ergens op een industrieterrein in de buurt van. Uh, of in Arnhem. Uh, waar we een eerste set aan zonnepanelen uh, buiten neerlegden in het gras en, uh, en gingen laden. En dat bleek te werken. Uh, en uh, uiteindelijk um, ja, hadden wij de, de eerste sessie uh, waarbij, um, ja, waarbij we de auto dus daadwerkelijk aan het opladen waren, direct met zonne-energie. Het so is goed nieuws, want het charging uh, We hebben niet that much solar panels op dit moment, dus so het charging langzaam. Maar het werkt dus, de techniek is perfect. Ja, dus hier ging het later nog niet zo snel, maar het was voor ons voelde het echt als een megastap, omdat in ieder geval het idee, dat, dat werkte al. Dus het was nu alleen nog het fine-tunen, maar het, het concept, dat, dat werkte. Ja, toen, toen kwamen we eigenlijk in een hele nieuwe stap ook weer, want we hadden het dus al een keer gedeeld in de media. Uh, maar we wilden eigenlijk veel meer zichtbaarheid nog creëren, want als mensen niet weten dat je het gaat doen, kun je ze ook niet inspireren. Dus daar moesten we toch een weg in zoeken. Uh, dus toen gingen wij op beurzen staan... En nou, als iets een goede mediatraining is, is het om op beurzen te gaan staan... ...want je krijgt echt de meeste random vragen op je afgevuurd. Uh, maar ook daarin, in elke vraag zit wel weer een essentie van waarheid. Dus het was super leerzaam om dan daar elke keer weer eens een antwoord op te bedenken. Soms ook echt hele terechte vragen over dingen waar wij zelf nog niet over hadden nagedacht. Dus je idee wordt eigenlijk met de keer dat we dat deden, wordt het beter. En ook vonden we er ook wel soms weer partners. Dus dat was wel echt heel uh, leuk en waardevol om te doen. Een vraag die mij ook is bijgebleven is dat een man op mij afkwam die zei van ja, dat hij het toch niet heel erg uitdagend genoeg vond. Dat we er toch nog wel wat meer bij moesten zoeken om het, om het toch wat uitdagender voor onszelf te maken. Dat was meer een opmerking dan een vraag. Ja en uiteindelijk omdat het toch wat meer voller werd qua op, met de auto en met de daktent die we ook eigenlijk gelijk al konden ophalen toen we ook de auto op gingen halen. Gingen wij ook naar potentiële partners toe. Uh, en altijd met volle energie en, uh, en presentatie uh, uh, die we uh, klaar hadden staan. En het, in, en het interessante en het leuke was dat we eigenlijk degene die we tegenover ons hadden, konden we altijd enthousiast maken. Maar we merkten eigenlijk naarmate wij weg waren en het verhaal in het bedrijf moest gaan groeien, dan viel het altijd stil. We moesten echt aan tafel zitten met degene die uh, uh, daadwerkelijk de beslissing kon nemen. Uh, uh, omdat wij anders gewoon niet, uh, niet doorgingen. En eigenlijk is dat bij al onze partners zo, uh, zo geweest. Ja. Ja, dus om, om een realistisch idee te geven, als je weer kan doen, we hebben uiteindelijk eh, 250 bedrijven benaderd om hier samen met ons aan te werken. En soms was dat met producten, soms met diensten, maar soms ook gewoon financieel. En uiteindelijk zijn er 35 partner geworden. Dus ja, het is heel veel nee, maar af en toe ook een en ja. En je hebt maar een paar jaar nodig en dan kun je gaan. Eh, dus alles bij elkaar heeft dat voor ons een budget opgeleverd voor 400.000 om dit mogelijk te maken. Uh, is, is veel geld, maar het lastige is ook dat heel veel dingen die wij nodig hadden, waren niet op de markt. Dus ook het ladensysteem, bijvoorbeeld in de auto, ja, daar was niks voor. Dus dat moet allemaal op maat gemaakt worden, getekend worden. En dat maakte het vaak heel complex. Uh, maar ja, het is wel gelukt, dus dat was wel heel gaaf. Ja, en hier uh, belt uh, Renske met uh, onze hoofdsponsor, uh, uh, Gele Counterflow. Die had net een e-mail gestuurd, uh, ook aanwezig in de zaal. Uh, en wij hadden hem teruggebeld. Hij nam niet op, maar we hebben het moment toch even gefilmd en foto gemaakt. Omdat dat voor ons natuurlijk een ontzettend grote stap was om het, uh, om het dus echt uh, mogelijk te maken en de volgende stappen te zetten. En samen met, uh, uh, met Sander van uh, Gele Counterflow konden we ook op zoek naar een, uh, het uiterlijk van de auto. Uh, en uiteindelijk vonden we die met, uh, met behulp van een uh, designer, uh, die, uh, waarmee we een, uh, uh, ja, eigenlijk een, een wrap om de auto hebben uh, ja, samengesteld. Er waren een aantal uh, uh, verschillende opties, ook eentje met een tijgerprint. Ze dus moesten toch de designer even laten weten dat er geen. Uh, tijgers in Afrika te vinden zijn. Dus uh, <laughs> dat Klein is hem niet geworden. Maar ook wel heel leuk, want dan moet je dus gaan nadenken over, ja, dan heb je partners, maar hoe geef je die nou allemaal een mooie zichtbaarheid op de auto, zonder dat het één weerwaar en chaos wordt? En hoe zorg je er ook voor dat mensen die niet dezelfde taal misschien spraken als wij, ook snappen wat je aan het doen bent? Dus we probeerden echt, dat zie ik een beetje met de tekeningen die we uiteindelijk op de auto hebben laten maken, dat we echt probeerden van zo zichtbaar mogelijk te maken voor wie dan ook, wat we nou eigenlijk aan het doen waren. Ja, dan nou. begint de puzzel. Hoe krijg je alles in de auto? Er was al een hoop uitgehaald. Uh, en met die puzzel had je soms ook gewoon geluk nodig. We kwamen er bijvoorbeeld uh, achter dat de reserveband naast uh, het systeem paste waar de zonnepanelen in konden. Dus eigenlijk uh, zichtbaar is het ladensysteem. Uh, en het zijn tien verschillende laders. En elke lade bevat uh, tien zonnepanelen, of zes zonnepanelen. En die, uh, die uh, kunnen er zo inglijden En dan bovenop nog wat, uh, wat kistjes. En dat, um. dat is ook nog wel een leuk verhaal met het ladersysteem. Wij maakten dat dus met een partner die normaal maken zij kisten voor onder vrachtwagens. Dus totaal niet in deze sector, maar ze konden wel dit allemaal op maat maken. Uh, maar ze, het probleem was dat bij ons die laders die wilden we erin schuiven. Maar als je aluminium op aluminium wil schuiven, dat glijdt echt helemaal niet. Wij wisten dat niet en zij ook niet, maar nu weten we dat wel. Uh, dus ja, dan sta je dan met je product, maar dan werkt het niet. Uh, en dan... Nou, toen zijn we dus gaan zoeken naar een tape die dan zou glijden. Nou, een duct tape, dat is na twee keer glijden is dat al weg. Dus uiteindelijk vonden wij inderdaad Teflon. Ik hoor het hier ook al. Uh, het kostte een, een godsvermogen, maar het werkte wel. Uh, we hebben dat echt op alle kanten eigenlijk geplakt. Ja, als je het dadelijk laat zien, zie je het nog steeds zitten. Uh, om het te laten glijden. Uh, we waren bang dat we het halverwege misschien allemaal een keer moesten vervangen. Uh, maar het heeft zo goed gehouden dat nog steeds dezelfde tape erop zit. Het is echt... Uh, maar ja, zo zie je, gaandeweg, kom je uitdagingen tegen, werkt iets niet. En dan is het toch weer creatief zijn met de uitdaging die je tegenkomt en uh, ja het oplossen. Nou, het, het leuke was dat uh, het is geen uh, product die je als consument kan kopen. Dus we moesten een hele doos kopen. En uh, dit kost 90 euro per een rolletje. Rol. Dus uh, we moesten uiteindelijk een doos kopen van 1800 euro aan tape. Um, maar uiteindelijk waren dat dus de keuzes die je dan moest maken. Uh, en de tape wat er nu in zit, is het eerste wat we erin hebben gedaan. Het zit er nog steeds in, en het werkt ook nog steeds. Dus soms is een investering wat, een wat duurdere kosten, maar of meer kosten maken kan ook daadwerkelijk echt helpen. Ja. Um, en uiteindelijk omdat we dus wat meer aan het groeien waren en ook wat meer partners erbij waren, konden we dus ook wat, wat duurdere keuzes maken en wat uh, en onze expeditieauto weer wat beter maken. En zo ook uh, kwamen we uit bij een bedrijf uh, dat in Friesland uh, zit, zat uh, en die uh, eigenlijk op maat gemaakte zonnepanelen uh, maken, Mito Solar. Um, en het interessante, uh, ja, die hebben dus zo zoveel mogelijk zonnepanelen op de auto weten te verwerken. Uh, ook het leuke hier weer, er wordt hier een, uh, een kleine sleuf uh, in de auto gevreesd. Uh, omdat daar de, zeg maar de, de stroom doorheen gaat vanuit uh, zonnepanelen. Uh, ook hun moesten we overtuigen van ja, het is een nieuwe auto, we weten het, maar we gaan er echt mee weg. Dus doe maar gewoon, uh, maak die gaten maar uh, in de motorkap. Uh, dat, uh, dat fixen we later alweer als we, als we terug zijn. Ja, dan een, een hele andere stap. Uh, uiteindelijk uh, hebben wij een stichting opgericht om dit alles mogelijk te maken. Wij wilden zo transparant mogelijk zijn dat het niet ons doel was hier geld mee te verdienen, maar vooral om te laten zien dat het kon en mensen te inspireren. Uh, maar een stichting oprichten was veel complexer dan wij hadden gedacht. Dus we zijn er al heel veel mee begonnen. En daarom ook dat wij x 4 Electric heten. Want misschien weten jullie het niet, maar ofwel, maar de auto is geen x 4. Uh, maar de naam hadden we al voordat we de auto hadden. En ja, toen die stichting eenmaal bestond, dachten ja, nou we, dan gaan we het ook niet meer veranderen, want nu is het ook wat het is. <laughs> uh, maar uiteindelijk kwamen we erachter dat een 4x4 toch eigenlijk niet heel erg nodig was voor wat wij wilden doen. Uh, omdat het vooral nog zwaardere auto's zijn, waarbij gewicht echt onze grootste vijand is in het hele alles. Uh, en ja, het, de banden waren vooral heel waardevol en de hoogte van de auto. Dus uiteindelijk hebben we wel de veren vervangen. Uh, we zijn nog steeds heel laag, maar anders waren we nog lager geweest. Uh, ja, dus dat was eigenlijk voldoende. Uh, het leuke ook aan de stichting was dat we dan een bestuur uh, nodig hadden. Uh, en dat hebben we uiteindelijk gevraagd aan vrienden en familie om dat te doen. Uh, want ze zeiden, nou, het is gewoon minimaal. Het is gewoon eigenlijk dat je af en toe moet checken of het klopt wat wij doen. Wat wij aan het doen zijn. Uh, maar we kwamen, toen kwamen we erachter dat zij daar toch wel wat meer gecommitteerd aan wilde bijdragen. Uh, en daardoor gingen ze ook heel veel kritiek uit naar ons, hoe we dingen beter of anders konden doen. Nou, dat was voor ons even wennen, want wij wilden gewoon eigenlijk ons eigen ding doen. Uh, maar toen merkte we ook wel weer, oké, okay, als we daar goed naar luisteren, zitten er echt wel hele goede tips bij. Dus ook dankzij het bestuur is het uiteindelijk alleen maar weer uh, beter geworden. Ja, zeker omdat het uiteindelijk echt onze uh, expeditie was. En je zit er op een gegeven moment zo emotioneel ook in, dat je de keuzes maken soms vrij lastig is. Uh, en dat je dan mensen op afstand erbij hebt, die, uh, die dus toch mee kunnen denken en er eigenlijk gewoon vrij nuchter in staan. Anders dan dat ze gewoon het beste met je voor hebben en ook de keuzes die je daarin maakt. Uh, hier uiteindelijk uh, onthullen wij uh, de officiële rap bij uh, onze hoofdsponsor bij Gele Counterflow uh, aan het uh, bedrijf en aan de, de medewerkers. Um, en het interessante ook is: het is een, een klein detail, uh, maar er is eigenlijk geen uh, zichtbaarheid van Skoda op de auto. Um, wij hebben, uh, en dat is eigenlijk op zichzelf staand een, een leuk verhaal waar we jullie ook graag even in meenemen. Want Skoda is uiteindelijk wel een partner geworden in de expeditie. Um, maar we benaderden uh, Skoda eigenlijk een aantal, um, ja, toen wij een tijdje al bezig waren met onze expeditie. We hadden nog geen auto en uh, we vonden eigenlijk op de website gewoon de contactgegevens van de woordvoerders. Uh, en wij, uh, ja, de, degene die wij, wij contact mee hebben gehad staat hier niet meer op. Um, maar uh, die hebben we gewoon gebeld en we hebben ons uh, idee gedeeld. En, uh, en uiteindelijk uh, was daar best wel veel interesse. Um, maar ja, lang verhaal kort. Ze zeiden van, nou, we, hebben toch andere, we maken andere keuzes. Uh, dus uh, ja, we gaan jullie niet, uh, uh, niet sponsoren. Uh, en toen uiteindelijk hebben wij uh, dus toen zelf de auto gekocht, wat al eerder verteld is. Uh, nog een keer benaderd. Kregen we nog een keer nee. Toen zeiden we prima, dan halen we alle logo's van de auto af. Uh, een beetje David en Goliath, want wie zijn wij tweeën? Uh, maar voor ons was het van, nou oké, okay, boeien, dan doen we het lekker zonder jullie. Uh, en dat is uiteindelijk, moet je toch op een bepaalde manier zo'n houding aannemen om zoiets te doen, want anders dan, uh, red je het zelf ook niet. Um, uiteindelijk, uh, vijf weken voor vertrek, hebben ze nog een keer benaderd en toen was binnen drie dagen alles geregeld. Dus uh, er, was, uh, <laughs> er was wel wat uh, uh, al gereserveerd voor ons. En uiteindelijk, uh, ook op de achterkant van de auto, uh, uh, hebben ze wat uh, logo's teruggekregen. Ja, uiteindelijk waren we heel blij dat ze partner waren geworden. Want het was letter, dit was letterlijk drie dagen nadat ze ja hadden gezegd: we worden jullie partner. Uh, toen wilden wij s'morgens de auto starten en hij deed helemaal niks meer. Uh, de 12-volt-batterij was leeggelopen s'nachts. En ja, als die echt helemaal leeg is, dan komt hij in een soort error modus en dan doet hij helemaal niks meer. Uh, dus de ANWB die kwam, uh, maar uh, mooi, dezelfde kleur ook, maar het kon ons niet helpen. Um, dus de auto moest mee op de takelwagen en uiteindelijk waren we hem vijf en een halve week kwijt. En dit was echt, ja, zes weken voor we moesten gaan. Dus wa het was echt heel erg krap um, en heel erg stressvol. Um, uiteindelijk heeft Skoda op de achtergrond van alles gedaan. We hebben geen idee wat precies. Uh, wat we weten is dat een software update doorgevoerd moest worden... En die, daar zat nog redelijk een vloek op bij Skoda wat, dat dat wel eens fout ging. En wij waren dus een van die gevallen waar ze de update updater maar niet op kregen. Uh, uiteindelijk hebben ze alles gedaan wat ze konden. En drie dagen voor we gingen was de auto weer klaar en deed hij het weer. Dus uh, nou ja, toen uh, konden we gaan. <laughs> Ja, dan heb je dus 14 maanden voorbereiding. Van het moment uh, van het uh, tuinfeest tot uiteindelijk vertrekken. Uh, en dat alles in 14 maanden. Um, nou, dat heeft nogal wat uh, impact gehad. Uh, het is allemaal goed gegaan, uh, we leven nog. Maar uh, ik ging wel met een kleine burn-out weg. Uh, zeker ook omdat ik in de laatste vijf weken nog heel veel aan de auto wilde doen. Uh, wat ik nu dus onderweg moest doen, wat uiteindelijk ook prima was. Alleen, ja, je hebt op een gegeven moment een planning gemaakt. En dan kom je ook wel weer, wat ik al eerder zei, het was zo intens dat je ook wel heel eh, dicht tegen een lijn aan, aan zit waar je overheen gaat af en toe. Maar als je dus iets wegvalt, dan heb je dus geen reserves meer om het op te vangen. Uh, en dat was, uh, dat was dus dit geval ook. Het was ook een voordeel dat we niet meer naar uh, een aantal beurzen hoefden. Want beurzen zijn echt de meest vermoeiende dingen voor ons om, dat, om te doen. Zeker als je nog uh, ja, zo in de voorbereidingen zit. Um, maar uiteindelijk is het dus gelukt en, uh, en konden we weg. Ja, dus toen begon de expeditie echt. Uh, in het begin gewoon nog in Europa. Uh, we zeiden van nou, hier gebruiken wij gewoon nog het, het snellaadnetwerk, want het is er. Het was winter, dus ja, om dan al op de zon te gaan rijden, dat was een beetje heel uh, principieel. Uh, dus gewoon op het snellaadnetwerk reden wij in vier dagen uh, naar Zuid-Spanje. En uh, onderweg hadden wij wat evenementen in grote steden, om ook daar mensen te ontmoeten die het leuk vonden om te zien wat wij gingen doen. Uh, ja, Maarten die zat hier continu nog met buikpijn in de auto. <laughs> en bij elke laatste sessie was het weer iets knutselen aan de auto wat nog moest gebeuren. Uh, dus we zaten nog vol in de Go-modus. Uh, maar uh, ja, dit uh, ja, was een ervaring op zich. <laughs> um, toen we dan eindelijk in Marokko kwamen, toen voelde het wel echt van nou, nu zijn we echt op expeditie. Want dit zou een plek zijn waar wij anders al niet heel snel op vakantie gingen uh, met een elektrische auto. Hier waren nog wat laadpalen, maar hier wilden wij eigenlijk al zoveel mogelijk op de zon gaan doen. Uh, dus de eerste laadsessies begonnen eigenlijk echt hier. En ja, we hadden het dus twee keer getest in Nederland, maar echt goed was het nog best wel nieuw. En ook om het alleen te doen zonder onze partner was het toch wel best spannend. Uh, dus dan leg je de zonnepanelen uit, koppel je het aan, en dan dan gaat dat werken. Nou, dat was wel echt heel erg gaaf om dat mee te maken en ook om dan er wat procenten bij te krijgen en dan de volgende dag gewoon weer te kunnen rijden. Dat is een heel bijzonder gevoel dat je gewoon puur op kracht van natuur gewoon weer kilometers te, uh, kan maken. Kan, het is moeilijk uit te leggen, maar wij vonden het echt heel uh, bijzonder. Uh, dus ja, hier kun je zien hoe dat, dat dan was om uh, de zonnepanelen uit te leggen. Uh, in het begin, uh, nee, dit is het opruimen trouwens, niet het uitleggen. In het begin duurde dit best lang, maar op de duur kregen we er steeds meer een handigheid in dat ik legde ze op elkaar en dan deden we ze samen in een la en steeds sneller konden we het eigenlijk opruimen samen. Um, en eigenlijk vanaf uh, Marokko begonnen er ook uh, de eerste uh, ontmoetingen. Uh, zo waren we bij de ambassade in, uh, in Marokko waren we uitgenodigd uh, om met de ambassadeuren te gaan uh, ontbijten. Allemaal erg een officiële aangelegenheid, maar heel gaaf dat we die, uh, die kans uh, kregen. En daar uh, konden we eigenlijk ook uh, praten over de verschillende uitdagingen die elk land zo op zichzelf heeft. En een voorbeeld daarin nemend is dat in Marokko is de, de overheid is de eigenaar is van, van de Elektra en de systeem en de opwek. Dus niemand mag Elektra verkopen. Dus als je een laadpaal hebt, dan is die over het algemeen of van de overheid of je moet het gratis aanbieden, want je mag het niet verkopen. En daardoor is het dus ook niet echt een ontwikkeling in, in veel laadpalen neerzet, omdat er de, consument, of de, de zakelijke wereld daar gewoon minder snel opstapt, omdat ze er niks aan kunnen verdienen. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, parkeerplekken waar je dan gewoon per uur betaalt om daar uh, te, mogen, te mogen staan. Ja, en dat was we wel interessant om te horen, omdat je dan toch merkt, je zit heel erg van je eigen uh, ja, vanuit je eigen vertrekpunt kijk je naar de energietransitie. Maar eigenlijk in elk land en elke plek heeft dat wel hele andere potentiële oplossingen. Dus er is niet een standaard aanpak. En dat kon we hier dus ook letterlijk uh, zien. Uh, dan kijkend naar het laden er kwamen we eigenlijk verschillende uitdagingen tegen waar we jullie zo eens in mee willen nemen. Uh, voor ons werd het echt steeds meer een sport om het optimale te vinden, om zoveel mogelijk opbrengst uit de panelen op een dag te halen. Uh, dus ja, verschillende facetten namen wij daarin mee. En de eerste is eigenlijk de mensen. Dit was iets waar wij van tevoren uh, het wat wij meest spannend vonden, want je neemt toch best een, een vermogen mee, uh, een hele innovatieve techniek. Uh, dus hoe reageren mensen erop als jij random op een plek ergens in de wildernis panelen uit gaat leggen, uh, die aansluiten aan de auto en gaat laden een hele dag? Uh, nou, wij dachten, ja, vinden mensen dat wel oké? Okay? Nou, dat was helemaal prima. Iedereen vond het echt helemaal geweldig dat wij aan het doen waren en waren vooral heel nieuwsgierig. En in plaats van dat wij dachten: mensen jagen ons misschien weg, kwamen ze eerder aanzetten met allemaal cadeautjes. Dus een waterballon, een, een sugarcane, uh, kon ze gek niet bedenken. Ze dus vonden het vooral heel leuk om ons welkom te heten. En zagen ons echt als een, een blik in de toekomst, hoe het misschien voor hun ook ooit zou kunnen gaan. Ja, en de reacties waren dus echt zo positief. We hebben eigenlijk maar één negatieve reactie gehad in de hele expeditie. En dat was uh, vanuit uh, Zuid-Afrika, een, uh, een man die gewoon verkeerd geïnformeerd was. Over het elektrisch rijden. Maar voor de rest waren alle reacties meer dan positief. En dat, is, dat was erg inspirerend om te zien. En dat was uiteindelijk soms ook wel leuk om gewoon in zaken te doen met de lokale bevolking. Zo hebben we hier waren wij een hele dag ergens aan het laden. En er waren wat kinderen rondom de zonnepanelen zo aan het voetballen. En dat vonden we een minder handig idee, omdat de zonnepanelen toch wat fragiel waren. Maar we konden ze ook niet echt wegsturen, want we stonden misschien op hun plek stonden wij te laden. En uiteindelijk uh, konden we toch, want ze spraken Frans uh, en nou, Renshoek werd aardig bedreven in Frans, uh, hebben we op een gegeven moment een deal gemaakt. We hadden wat kleine voetballetjes bij ons uh, en we hadden dus een deal van nou, als, jullie, uh, als jullie weggaan krijgen jullie een voetbal, maar dan moeten jullie ons wel verder met rust laten. Nou en hier uh, uh, is wel duidelijk te zien dat iedereen wel tevreden was met, uh, met de deal die wij uh, uh, daar lokaal uh, hebben gemaakt. Ja, dan een uitda andere uitdaging waren de dieren. Um, we kregen van tevoren op de beurs ook al een vraag van... Ja, wat, wat doe je dan als er een olifant aan komt lopen en die over je panelen heen stapt? Nou, die, die vonden ons vaak spannender uh, dan andersom. Dus daar hadden we nooit zo'n last van. Deze kleine dieren vonden wij eigenlijk vooral alleen maar leuk. Dus ze, nemen wat, ze creëren wat schaduw, maar dat vonden we niet zo heel erg. En uh, wat andere grote dieren, die bleven ook best uit de buurt soms... Moesten we ze een beetje guiden, zodat Maarten er ging staan. Want ze snapten dat ze er niet moesten lopen, maar het ging eigenlijk altijd wel goed. Uh, maar er waren een paar dieren die toch wel echt een, een vijand bleken. Uh, rechts zie je de geiten. Uh, ik weet niet wat er met geiten is. Maar op de een of andere manier, als die iets geks zien liggen, willen ze er overheen lopen. Uh... We, waren, we waren voor de tweede keer aan het laden in Marokko. En uh, toen kwam inderdaad een kudde geiten aan. En één geit die rende dwars over onze panelen heen. Uh, en wij hadden echt zoiets: oké, okay, het is gewoon klaar nu. Uh, ja. Uiteindelijk uh, hadden alle panelen het overleefd. Maar uh, de, de schrik zat er goed in. Ja. Ja, en hier links, dit is een uh, verlengkabel die wij gebruikten toen we wel de grid gebruikten. En um, dit was al wat verder in Zuid-Afrika in een national park. En daar werden we al gewaarschuwd door hyena's. Uh, hyena's komen vaak s'nachts en die willen hun tanden aanscherpen. En daarvoor vinden ze kabels heel erg prettig. Uh, dus daar gaan ze gewoon lekker op kouwen. En uh, nou ja, niet heel ideaal. Uh, wij hadden gelukkig onze laadkabel hier al opgeruimd. Dit was alleen de verlengkabel. Nog steeds vervelend. Maar uh, zo zie je, een, een gevaar zit soms in een gek hoekje. Ja, een andere uitdaging was uh, stof. We hebben echt heel veel stof gezien. Uh, en dat, uh, dat kwam ook op onze panelen. Dus één keer in zoveel tijd moesten we daar weer eens even met een doekje overheen. Uh, het was ook wel het positieve dat we met zo'n nieuwe auto uh, aan het reizen waren. We hebben heel veel andere overlanders ontmoet. Dus uh, zo, ja, zoals wij heten, overlanders, dat je dus door Afrika reist. Uh, en dan met wat oudere trucks. En die moesten gewoon elke dag wel even hun uh, truck uh, stofzuigen. omdat het stof overal naar binnen kroop. En dat is dus ook het grote voordeel dat je met een nieuwe auto uh, uh, dit gaat doen. omdat alles gewoon netjes dicht blijft. en goed, uh, al het rubber nog goed werkt. Ja. Ja, dan de ideale hoek blijkt ook van grote waarde. Uh, in uh, Marokko moesten wij iets van 55 graden hebben. In Cameroen kon het dan uh, vlak op de grond. En in Zuid-Afrika was het weer bijna 60 graden naar de zon. Dus je ging echt letterlijk onder de zon door met de ideale hoek. En dat werd echt een sport voor ons. Wij keken altijd naar het kompasje in de auto. Naar hoe moet dan een helling zijn van een berg om de ideale hoek te vinden. En als er geen berg was, dan wij hadden we een soort haringen bij ons die je als schroefdraad in de aarde uh, kon draaien. Met een boormachine en dan konden we ze net een beetje op een helling zetten. En dat scheelde echt al best wel veel. Dus het was letterlijk hoe meer energie wij staken in een laatste sessie. hoe meer de energie er ook letterlijk uitkwam. Maar een andere grote vijand was toch wel de hitte. En niet voor de apparatuur. Die bleef eigenlijk gewoon prima werken. Ja, de efficiëntie van zonnepanelen loopt iets terug. Uh, maar de efficiëntie van onszelf liep echt extreem terug. Uh, <laughs> dus je zit gewoon dan de hele dag naast de auto. En uh, gewoon al zitten is soms gewoon al uh, te veel. Met, zeker met hoge luchtvochtigheid. Uh, en dan voel je je echt uh, gewoon ontzettend lamlendig. Maar je kan gewoon niks doen. En wil je wel wat doen, dan kom je alleen maar jezelf tegen. En dat was in het begin uh, was dat nog wel een grote uitdaging. Uh, uh, maar gelukkig bouwden we het ook wel op. We kwamen niet in één keer. Uh, ja, dat is het voordeel als je niet vliegt. Je komt niet in één keer in de hitte. Uh, dus uh, voor ons gingen we er langzaam in. Ja, dan een andere uitdaging waren de wolken. Um, op zich, wij dachten dat in Afrika toch wel best wel heel vaak de zon scheen. Maar uh, het is in sommige plekken echt zo, maar op andere ook absoluut niet. En je hebt ook echt letterlijk van die wolken die zo dik zijn. dat je van blau strak blauwe lucht naar praktisch geen uh, zon meer kan gaan naar je panelen. Uh, dus dat was voor ons ook best wat werk, omdat wij met de lader altijd nog uh, wat bij moesten stellen als de uh, intensiteit van de zon veranderde. Dus dit was echt een harde werkdag om dan de energie eruit te halen om weer een mooi stukje te kunnen rijden. Uh, en ja, een andere uitdaging nog, ook dieren <laughs> uh, waren insecten. Oké, okay, dit was the worst place to charge our car. There are like a million small flies around us. They don't bite. Look, look at but... the shoulder of Renske. It's... Just all around. So we had to clean up. Wow, it's even, well, not perfect weather. There's some clouds, but this is not fun. We're gaan yeah, drive. <laughs> het grappige was dat we deze netjes hadden gekregen van mijn, van mijn tantes en die, uh, eh, nou, van, nou, hebben we toch niet echt nodig. We waren blij dat we ze hadden. <laughs> uh, dit zijn uh, fruitvliegjes uh, en die eigenlijk op zoek zijn naar vocht. Uh, en ja, het was vrij droog waar we waren en wij waren vrij vochtig. Dus uh, <laughs> uh, zijn we, uh, ja, maar wij konden helaas toch niet teruggeven wat ze wilden. En op het moment dat we gingen rijden konden ze ook niet bijhouden. Ondanks dat we vrij traag reden, reden we toch sneller dan dat zij konden vliegen. Dus we waren vrij snel weer van ze, van ze af. Ja, en een andere uitdaging was ook uh, rook. Er werd uh, toch vrij veel uh, in de fik gestoken. Uh, en het is ook een lastige, was een lastige uh, punt voor ons om ook daar echt een goed gevoel bij te hebben in hoeverre dit nou goed of slecht is. Uh, want het is de lokale bevolking en het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verjagen van slangen. Of het, uh, en, en daardoor dus dat kinderen minder snel worden doodgebeten door slangen. Het wordt ook gebruikt om uh, wat akkers weer vruchtbaarder te maken. Maar het was wel een lastige om te zien dat je ja, op een, een duurzame manier aan het reizen bent. Uh, en wij, wij waren de eerst, dus de rook kwam later. Uh, ja, dan sta je daar te laden en dan wordt er ineens iets uh, flink in de hens gezet. Ja, dat, was, uh, dat kwam wel even, even binnen. Ja, dus dit waren wat, wat dingen waar wij allemaal mee te... te ja, waar onze bedreigingen eigenlijk een beetje in het laden. Het was echt een, een sport. We noemden onszelf ook steeds meer zonneboeren. Eh, waar wij gewoon de hele dag mee bezig waren als we aan het laden waren... was continu bedenken hoe we dat weer beter konden doen... om er het maximale uit te halen. En daarom dat we onszelf ook op de nu uit wilden dagen... om eigenlijk toch zo lang mogelijk vol te houden op het laden op de zon. Dus in het begin in Marokko... Uh, ja, daar waren we nog een beetje half-half aan het doen, omdat het toch nog zoeken was en hoe werkt dit nu. Maar toen waren we op z'n duur een beetje in midden-Zuid-Marokko. En toen zei Maarten: Oké, okay, zullen we eens gewoon proberen niet meer op de grid te laden, gewoon alleen op de zon, om onszelf eens uit te dagen hoe lang we dat nou vol kunnen houden. En ja, dat, dat zijn we gaan doen en dat ging eigenlijk best wel heel goed. Um, daarover willen we eigenlijk na de pauze ja. meer vertellen. Maar er is um, misschien eerst nog even tijd voor een aantal vragen. Ja, yeah. dus uh, zijn er wat vragen? Ik, uh, ik gooi deze naar je toe. Die schijnt uh, zacht aan te komen. Hoi. Ja. Um, uh, heb, heb, hebben jullie een technische achtergrond? Of elektrotechnische achtergrond? Of ben uh, je er zo ingedoken? Nou, ik, ik heb een technische achtergrond. Um, ik heb luchtvaarttechniek gestudeerd uh, in Amsterdam. Uh, en uh, ik, wat het voordeel was, is dat ik uh, alles kon begrijpen wat er werd gemaakt, ik had het alleen niet zelf kunnen doen. En ik denk dat daardoor eh, dat we goed eh, met de partners in contact konden blijven om, uh, om dingen voor elkaar te krijgen. Um, dus ja, het is uh, uiteindelijk wel een technische achtergrond die het heeft geholpen om uh, dit mogelijk te maken. Ja, ik niet per se. Ik heb niet een technische opleiding of zo, maar vond altijd, al, ik heb heel veel met maakbedrijven gedaan. En dan kom je ook wel technieken tegen. Dus ik snap het vaak wel redelijk snel, maar heb niet de, de opleiding om echt uh, zelf iets te maken als, als dit. Nee. Volgens mij was die gele kleur, mijn naam is Frits, Frits Nolet. Die gele kleur is een superkeuze. Uh, ik zag die rode auto, ik dacht, nou, dat, dat springt helemaal niet aan. Maar hoe kwamen jullie daar ineens op om geel te maken? En wat heeft dat gedaan voor jullie? Uh, nou, eigenlijk was dat heel simpel. Wij hadden de hoofdpartner, gele Counterflow, en, en dit was hun kleur. Uh, maar daar, wij daar hebben we hem ook op uitgekozen. Ja, daar hebben we hem op uitgekozen. Uh, maar we waren al wel redelijk snel uh, erover uit dat rood moest die niet blijven. Dat vonden we veel te aanvallend. Uh, en ja, geel, waar we het wel snel over eens het is de kleur van de zon. Het is uh, vrolijk, creatief. Dus ja, dat was uh, snel weer. Een overeen. korte vraag. Hadden jullie een baan toen jullie hier aan begonnen eigenlijk? Zeker. En hoe is dat gegaan? Zeker. En we hebben die de baan ook best lang bij de volgehouden tijdens de voorbereidingen. Um, ik als ZZP'er Maart op den duur ook. Uh, en ja, dan doe je dit er een beetje naast. En, en op den duur merkten wij we toch wel van we waren alleen maar met onze gedachten hierbij. En zijn we dat toch wel wat langzaam af gaan bouwen. Uh, maar zeker, we hadden wel gewoon een andere baan erbij. Ja. ja mijn, uh, mijn laatste opdracht was uh, uh, technisch projectmanager, uh, waardoor dus ook wel, ja, wat je hiervoor nodig had, uh, kon ik ook wel inzetten uh, weer bij een ander bedrijf. O, dus uh, ja. ja. Hallo, ik, ik zag dat jullie uh, die, die panelen allemaal op elkaar stapelen. Hoe voorkom je dat ze beschadigd raken na zo'n lange reis? Uh, ja, wij, wij stapelden ze eigenlijk trapsgewijs op. En dan met de junction boxen uh, hielden we ze eigenlijk uit elkaar als ze op elkaar lagen. Niet bij mij in de buurt komen. <laughs> um, uh, en dan de kabels lagen daartussen. Um, en uiteindelijk is dat heel goed gegaan. Dus we hebben ze nu recent uh, getest, een keer, op hoeveel ze nou echt gedegradeerd zijn. En dat is uiteindelijk minder dan 5% gemiddeld van de panelen. Dus is echt boven onze verwachting ook. Goed. Uh, ja. ja. Achter je, dus een, uh... Ik heb een vraag, ik uh, weet het niet zeker, maar ik schat in dat jullie een relatie hebben, klopt dat? Ja, <laughs> nog steeds ook. <laughs> uh, en zo te zien is die relatie nog, maar ja. wat, wat, toch even een interessante vraag vanuit de menskant. Wat doet dit met een relatie? Ja, daar komen we in de tweede helft ook nog wel even ja. op terug. Ja. Maar het leuke is dat je wel, uh, je raakt heel erg op elkaar ingespeeld. Uh, en dat, dat is soms, uh, dat is over het algemeen heel makkelijk, maar het is ook wel intensief. Dus waar wij eigenlijk van tevoren allebei ons eigen leven werk en zo hadden. Tenminste, niet ons eigen leven, want we, we woonden al samen, uh, maar deelden we heel veel over wat we meemaakten. En nu maak je alles samen mee. En kwamen dus ook op punten uit waar we elkaar niks meer te vertellen hadden. Uh, want we maakten alles samen mee. En dat was eigenlijk soms best een beetje ongemakkelijk, omdat wij ja, juist zoveel praten. En dat we ook ja. Ja, tegen elkaar zeiden: van ja, ik heb zin om te praten, maar ik weet niet meer over. <laughs> Ja. Dus dat, uh, ja. ja, en ik denk dat wij een heel jaar zijn wij misschien één keer meer dan 100 meter uit elkaar geweest, maar ook niet meer. Dus dat, dat, ja, dat tekent wel, uh, in de positieve kant en de negatieve kant. Uh, maar ergens door uh, samen al die uitdagingen te overwinnen, dat verbindt ook weer. Dus het, het, ja, het heeft twee kanten. Ja. Dankjewel, ja. dus na de pauze meer. Ja, zeker. <laughs> Uh, ja. Hadden jullie ook echt serieuze problemen met de auto? Moesten jullie gewoon echt een externe service in, uh, inroepen naar Dat uh, komt bij deel 2. Ja. Okay, ja. Okay. ja. Hebben jullie uh, je ooit onveilig gevoeld in Afrika? komt ook bij deel 2. Uh, <laughs> <laughs> maar nee, we kunnen daar wel een klein beetje op. Uh, uiteindelijk is het uh, uh, samenvattend voor nu, we komen er straks iets uitgebreider op terug. Uh, is dat we dat niet één keer echt hebben gehad? Uh, en de momenten dat we dachten dat het minder veilig voelde... bleek het uiteindelijk dat mensen ons juist wilden helpen. En dat wij vooral de projectie hadden van het is niet veilig. Uh, we zeggen er altijd wel ook een eerlijkheid bij... dat we niet weten hoe dicht we tegen onveiligheid aan hebben gezeten. Uh, ja. Maar we hebben geen onveilige situatie meegemaakt. Maar wat, wat, wat wel interessant was, is we hebben natuurlijk best veel op beurzen gestaan... in de voorbereidingen en uh, wij kregen heel veel vragen. Maar ik denk echt dat meer dan 50% van die vragen gingen over veiligheid. Uh, wat natuurlijk altijd met de goede bedoelingen is... Uh, maar wij merkten wel dat toen we dus in Marokko aankwamen en dan begin je aan het avontuur, dat wij door al die vragen en dat je daarop wapenen met antwoorden, zagen wij wel veel meer risico's. En dat, dat creëert een hele andere modus bij jezelf ook, als je daar heel mee bezig bent. Dus we hebben toen echt er samen over gehad, van we moeten dit loslaten, want we, we merken gewoon dat mensen helemaal geen kwaaie bedoelingen hadden eh, bij ons. Eh, dat zei, het zit vooral in de weg, dus, dus laten we gewoon meer uitgaan van het goede in de mens, dan krijg je dat ook sneller terug, zeg maar. Ja, een heel dom praktisch vraagje, maar bij jullie eerste laadbeurt zag ik vijf kilometer per uur. Hoeveel is dat ongeveer op zo'n dag? Hoeveel laad je dan aan kilometers? Ja, uiteindelijk gemiddeld laden wij ongeveer 50% van de accu op een dag. En dan heb je het goede dagen, slechte dagen, maar 50% en daar konden we ongeveer 200 kilometer mee rijden. Dus ja, dat... Sorry? Ongeveer 40 kilowattuur. Ja, ja. 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 mag ik hem gooien? Ja. Ja. Oh, nou wordt het geluid wordt opgenomen. Ik kom alleen maar. Waren jullie dan uh, elke dag aan het laden en uh, reden jullie dan de rest op benzine of was het dan rijden tot die leeg was en dan weer laden? We, we hadden eigenlijk alleen maar uh, muggenkaarsen bij ons die we konden uh, in de tip konden zetten, maar voor de rest uh, verbranden we niks. Nee. Uh, nee, eigenlijk was het een beetje om en om. Dus uh, een dag laden uh, en een dag reizen. Uh, dus we, hebben, we reden ook niet uh, s'nachts, ook uit veiligheidsoverwegingen, uh, gewoon door uh, ja, dat je de weg ook gewoon minder goed ziet en dieren op de weg. Uh, dus eigenlijk was het een beetje om en om. Uh, ja. Ja, rijden en, uh, en weer een dag laden. Ik denk gemiddeld over de hele expeditie reden wij twee dagen en dan laden we een dag. En dan reden we twee dagen en dan laden we weer een dag. Dus dat was een beetje ons ritme. Om daar heel even op terug te pakken. Ja, de benzine was natuurlijk niet zo heel slim. Maar op je beginplaatje stond 34, uh, 43% op uh, zonne-energie. Maar wat was dan de rest? Uh, op de grid. Dus dan zochten we stopcontacten bij ah, een hotel of een camping of uh, iets anders. Daarover later ook meer. Uh, maar dan zochten we ergens een elektriciteitsnetwerk. Ja, daar Kijk. Oké, okay, in jullie presentatie liet jullie zien dat jullie 100 kilo uit de auto hebben gehaald. Maar hoeveel hebben die toegevoegd aan de auto? Ja, da ja daar later. later over meer. <laughs> ja. nou, misschien moeten we zeggen dat we, ja. we houden even een korte pauze houden. Voordat iedereen even wat kan drinken. Wij ook wat kunnen drinken. Even naar de wc. En dan over 15 minuten zijn we weer terug. En voor diegenen die lekker willen blijven zitten. hebben we wat amusement met mooie dronebeelden van onze expositie. Toen wij eenmaal vertrokken waren vanuit Nederland, toen moesten we uiteraard in een nieuwe routine komen. Van het voorbereiden waarbij we allerlei dingen moesten regelen en maken, moesten we nu gewoon leren leven in en rondom de auto. En nou ja, Renske die klapt even de daktent uit, iets dat we heel vaak hebben gedaan. Dus we hebben ongeveer 90% van de tijd wij geslapen in onze daktent. Uh, en ondanks het feit dat hij er wat klein uitziet, was hij voor ons echt prima. En dat had niet alleen te maken met het feit dat hij wel groot genoeg was, maar ook omdat het een ruimte was die altijd hetzelfde was. Je maakt als je zoveel reist, maak je zoveel mee op een dag dat je soms gewoon echt ontzettend moe wordt van wat je meemaakt. Uh, en dan is het fijn dat er een stabiele situatie is die altijd hetzelfde is. En dat was eigenlijk onze daktent. Uh, en dat uh, ja, was gewoon een hele fijne plek om te slapen. Uh, en ook na een vermoeiende dag dat je toch weer uh, uh, ja, lekker kon slapen. Ja. Eigenlijk is de bovenkant dezelfde kleur als de zijkant, maar daar zie je dat we toch wel veel zon hebben gehad. Hij is ietsje lichter geworden, maar verder heeft hij goed gehouden. Um, ja, om dan terug te pakken waar we net gebleven waren, uh, toen waren we eigenlijk eens gaan kijken van hoe lang kunnen wij het nu volhouden om volledig op de zon uh, te rijden. En dat werd echt steeds meer een sport. Uh, in het begin. Hadden we best wel heel veel blauwe lucht. Uh, maar hoe dichter we eigenlijk bij de oksel van Afrika kwamen. Uh, hoe meer wolken er kwamen. Want we kwamen dichter bij het regenseizoen. En uh, dus was het ook steeds harder werken voor dezelfde opbrengst van de dag. Uh, dus hier zie je eigenlijk hoe lang we het hebben kunnen volhouden. Um, dus in Marokko zijn we begonnen. en helemaal tot uh, Ghana is het uiteindelijk gelukt. Toen werd het echt wel te bewolkt. dat we zeiden van nu willen we ook af en toe op het stopcontact laden. Uh, maar uiteindelijk dus meer dan uh, 5500 kilometer um, en ja, ruim uh, twee maanden. Dus uh, heel cool. En het, het leuke daarin is eigenlijk dat we maar twee dagen echt hebben moeten wachten op, uh, op de zon. We zijn eigenlijk alleen in Gambia, uh, dat het op een gegeven moment een paar dagen bewolkt was en hebben een uh, mooie plek gevonden, hebben de daktent uitgeklapt en zijn we gewoon een paar dagen gebleven en uh, tot een dag met wel mooi weer. Maar de rest van de tijd hebben we eigenlijk altijd kunnen reizen en nooit echt hoeven wachten. Er waren wat dagen bij dat de opbrengst minder was. Uh, maar dat was uiteindelijk ook weer genoeg om de volgende dag wel minstens 100 kilometer te kunnen rijden. En uiteindelijk gaf het wel echt een kick om zo lang te kunnen rijden op de energie van de zon. Dus je hoeft er, je hoeft er eigenlijk helemaal nooit te tanken. Um, en ja, dat, is gewoon, dat was toch best wel gaaf. Ook omdat de landen uh, ontwikkeld genoeg waren om wel uh, van uh, elektriciteit gebruik te maken. Uh, dus dat, uh, dat gaf een enorme kick. Maar zoals Renske eigenlijk al zei, kwamen we er al snel achter dat de zon niet altijd schijnt in Afrika. Um, en dat was niet altijd een keus, uh, bijvoorbeeld in Nigeria, dat is het, uh, het vrij grote land in het paars uh, in de oksel, uh, daar hebben we bewust wat minder op de zon geladen, uh, ook omdat daar de, het land gewoon wat minder veilig was en we ook bewust voor hebben gekozen om er zo snel mogelijk doorheen uh, te reizen. Uh, daar ook wel hebben we op een gegeven moment geen keus gehad, daar kwamen ook een, uh, een periode, een, een gebied in waar de stroom was uitgevallen door hevige regenval. Uh, en er dus eigenlijk gewoon helemaal geen grid was. En dan rij je dus een, een dorp binnen waar geen elektriciteit is. Uh, uiteindelijk konden we een hotel vinden die groot genoeg was waar we binnen de muren konden laden op de zon. Uh, en s'avonds stond er een uh, generator te ronken uh, voor het hele hotel, dus daar konden wij ook wel een beetje van aftappen. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk meer naar het zuiden uh, bleek ook gewoon dat er dusdanig veel wolken waren dat we gewoon niet altijd meer op, uh, op de zon uh, konden rijden. Ja, dus het laden op de grid, hoe, hoe deden we dat dan? Uh, nou, meestal gewoon op stopcontact. Uh, de, deze foto's zijn gemaakt op een camping uh, waar natuurlijk altijd ook gewoon een stopcontact is bij een uh, campingplek. Uh, dus daar pluchten we in en dan de ochtend waren we vol. Want dat was natuurlijk ook het voordeel van laden op de grid, dan kan het ook s'nachts. Uh, het enige is dat we wel snel merkten dat niet overal de elektra even kwalitatief is aangelegd dan onze standaard was. Uh, dus hier trokken we de stekker eruit s en namen we iets meer mee dan onze bedoeling uh, was. <laughs> uh, dus we leerden wel dat we daar toch wat meer rekening mee moesten houden. Wat we uiteindelijk vaak deden is dan haalden we het stopcontact er af en dan connecten we de kabels direct aan elkaar, omdat vaak vooral het plastic op de duur gewoon smelt omdat je zo lang toch vermogens uh, afneemt. En we het voordeel dat we een lader hadden waarbij we de snelheid van laden ook wat lager konden zetten. Dus op de op, naam het liever voor de veilige kant, dat we het niet voor allemaal heel hielden. Eh, want het laatste wat je wil is dat een, iemand daar, een lokale bevolking, eigenlijk een negatieve ervaring heeft aan de eerste keer dat ze een elektrische auto zien. Dat, dat wil je natuurlijk voorkomen. Eh, ja, dit was dan laden op één fase. Eh, maar als het kon, dan deden we het ook wel eens op drie fasen. En dat zag er dan bijvoorbeeld zo uit. Uh, het waren echt kunstwerkjes. En het, uh, het interessante is dat uh, op sommige plekken dat we niet altijd een keuze hadden. Dus dan wilden we op de grid laden. Maar uh, en, ja, dan, was het toch, uh, dan kwamen we aan. We hebben die uh, de zwarte kabel hieronder. Die hadden wij mee met de losse, uh, uh, de losse uh, snoertjes die er vanuit komen. Uh, en er was eigenlijk altijd iemand anders die het aansloot. Ik stond er wel bij om te kijken of het enigszins veilig ging. Uh, en af en toe moest ik daar toch wel even zeggen, jongens, uh, pas op, want uh, nu gaat het niet veilig. Um, uiteindelijk uh, wordt dit wel gewoon aangesloten terwijl er gewoon nog spanning op staat. Um, dus dat, uh, en, en ook gewoon op slippertjes of iets dergelijks. Dus het was wel een interessante, uh, maar soms hadden we niet altijd een, een keuze. Het interessante wel was dat we ook op plekken uh, met drie fasen hebben geladen op dit soort uh, manieren. waarbij uh, de mensen die we daar tegenkwamen nog nooit een elektrische auto hadden gezien. En toch waren we binnen 10 minuten waren we aan het laden met onze elektrische auto. Waarbij wij eigenlijk echt nou ja, verbaasd waren, maar ook gewoon dat we dachten. Het interessante is wat wij merken hier in Nederland en misschien de westerse wereld in het algemeen, dat we af en toe te lang nadenken en te lang wachten en te ver veel uit willen zoeken om tot een oplossing te komen. Uh, hier niet. Dus dit was een vrij duidelijk voorbeeld dat gewoon binnen 10 minuten, hoppakee, we gaan een probleem oplossen. Uh, misschien is het uh, het beste ergens in het midden, uh, want dit gaat soms te snel. Uh, maar uiteindelijk is het wel zo dat wij ook door dit te organiseren, van ja, durf gewoon te doen en niet te lang na te denken. Uh, maar dit was ook wel echt een duidelijk voorbeeld van uh, ja, het is, het is goed om niet altijd te lang na te denken. Hier uh, uh, zijn we aan het laden, dit was dus in Nigeria, uh, in een gebied waar wij ons niet per se onveilig voelden, maar we voelden ons toch wat minder prettig. Uh, en er was dus geen grid door hevige regenval uh, verderop. Um, en we vonden ergens een generator. Uh, en daar hebben we gewoon gezegd: van, ja, mogen we jullie gewoon de brandstof betalen? Uh, en mag die voor een paar uur aanstaan? En uh, nou, dat werd geregeld. Dus dat, uh, wij waren vier uur hier aan het laden. Uh, en uiteindelijk ook weer met, uh, met drie fasen. Dus na, na vier uur laden hadden we meer dan 40 kWh in onze batterij en konden we door. Um, en het interessante is dat dat uh, ook gewoon geregeld wordt uh, met de tools die wij bij, bij ons hadden, dus met het gereedschap. Dus dat, uh, ja, erg, uh, in, erg uh, inspirerend ook. Soms, soms wel lastig om dan een prijs af te spreken. Dus uh, niet iedereen heeft evenveel grip op hoeveel 1 kilowattuur is. Uh, dus om dan te bepalen wat dan de waarde is, is soms best wel ingewikkeld. En we merken ook hoe verschillend de prijs is voor een kilowatt per land. Dus bijvoorbeeld in Angola is Elektra heel erg goedkoop, terwijl in sommige andere landen weer niet. Uh, dus om dan vaak tot een overeenkomst te komen met iemand die Elektra heeft, die misschien niet per se heel veel kennis van Elektra zelf heeft, was best wel... Uh een uitdagende puzzel. En voor ons was dat het altijd ja, duidelijk dat wij sowieso meer wilden betalen dan dat het waard was. Dus twee, drie keer ja. de prijs was voor ons prima, omdat we juist ook een positieve ervaring wilden achterlaten. Maar soms was het alsnog een, een moeilijk om tot een, tot een, ja, samen tot een deal te komen. En zijn we ook op sommige plekken weggestuurd dat we niet, niet mochten laden. Ja. Ja, dan uiteindelijk was de auto ook echt wel ons huis. Dus ik denk dat wij zeker, wat Maarten al zei, 90% van de tijd uh, in de auto sliepen. of op het dak dan. Uh, en ook zelf kookten. Uh, dus we hadden daarvoor een, een 45 liter koelkast bij ons. en een 50 liter watertank. Uh, die tank die vulden wij altijd zelf met een waterpomp. En dan filterde het water, waardoor we dat ook konden drinken. Omdat in veel landen kun je eigenlijk alleen water in plastic flessen kopen wat drinkbaar is. En dat wilden we eigenlijk niet, want dan ga je zoveel plastic afval genereren. Dat vonden we zonde. Uh, en je bent dus ook zelfvoorzienend, dus het is ook vaak wel handig. Uh, daarnaast, met het koken, uh, we hadden een inductiekookplaatje bij. Een in, in, in één-pit inductiekookplaat. En uh, dat was ook wel leuk. Dat vooral in West-Afrika waren in een hoop landen alleen supermarkten in de grote steden. En verder ja, is het vooral kopen bij de boeren langs de weg. En dan is het vooral wat daar groeit. Dus... Uh, Heel veel van hetzelfde. Dus soms dan koop je een ananas, denk je. En dan krijg je er vijf. En dan, ja, Maarten was iets minder fan van ananas dan ik. Dus dan leer je, als je te veel ananas eet, nou, dat werkt best wel laxerend. is niet per se leuk. Maar ook bijvoorbeeld, ja, je wilt toch elke avond wat gevarieerd koken. Maar als je voor weken alleen maar tomaat, ui en avocado kan krijgen... dan heb je guacamole op de manier wel gehad. En dan wordt die creativiteit toch wat beperkt. Dus dat was vooral de uitdaging om steeds nieuwe dingen te bedenken. Uh, maar het was ook wel weer heel erg leuk dat je producten echt eet vandaar. Dus uh, een mango is veel lekkerder in het land waar die echt vandaan komt. Want het is veel zoeter. Uh, dus je proeft ook echt dat fruit heel anders kan smaken als het gegeten wordt daar waar het vandaan komt. Ja, we hadden ook als backup hadden we heel veel uh, wraps bij ons in, uh, verpakt in plastic. Uh, en daar hadden wij dus genoeg van, vaak een pak of vijf tot misschien wel tien, want die zijn uh, lang houdbaar. Uh, uiteindelijk hadden we in Namibië de tijd om eens een keer ook onze uh, auto een beetje op te ruimen. En een ander product wat we ook vaak kochten was pinnekaas. Uh, en we kwamen erachter dat we zeven potjes pinnekaas in de auto hadden. Dus we, waren, we liepen ja. iets vooruit op, uh, op onze voorraad. Uh, en we, we hebben net de laatste pinnekaaspot op uh, ja. van die zeven. Ja. Um, en ook wat interessant is dat het, uh, het onderhandelen uh, onderweg voor voedsel, wat we eigenlijk altijd deden. Het onderhandelen hoort er wel bij, uh, maar wat we dan deden, is dat uh, uiteindelijk tot een prijs kwam en eigenlijk altijd wel wat meer betaalden. Om dat toch ook gewoon een beetje te supporten van wat, wat daar uh, ja, voor de mensen daar, omdat. Het is soms zo goedkoop dat je dan ook, ook bijvoorbeeld voor een ananas, ja, het verhaal was ook interessant, omdat Rens pakte er eentje en zei, nee, 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 je moet er nog vijf mee pakken. En dat was, en dat was voor één ananas al echt ongelooflijk goedkoop. Uh, ja, hier wat plaatjes van plekken waar we zo al uh, hebben geladen. Het is super divers um, in, in, ja, uh, in, in bossen en um, ja, op, op verschillende plekken. Uiteindelijk, uh, hoe we dat kozen, was ook gewoon heel erg uh, op het gevoel afgaan. Uh, wat we sowieso deden, uh, ook in het kader van veiligheid, is als we ergens de hele dag hadden geladen met onze zonnepanelen, dan gingen we daar niet ook nog slapen. Want we waren toch best wel de hele dag zichtbaar uh, en je weet nooit. Uh, en dat was bijvoorbeeld voor ons altijd een reden, minimaal nog even 10 minuutjes rijden op zijn minst. Um, en dat, uh, dat hebben we altijd aangehouden. Maar voor de rest kom je op de, de meest mooie plekken dat je gewoon ergens aankomt en je tentje uitklapt. En, uh, en dan zijn er wel dorpjes in de buurt en dan loopt er wel mensen langs, maar die zwaaien eventjes en die, die kijken wat geïnteresseerd en die gaan weer door. Uh, met hun eigen leven en dat is uh, het is ook heel erg uh, leven en laten leven en dat uh, dat is heel leuk om te zien ondanks het feit dat we toch redelijk uniek zijn voor uh, wat er in één keer staat, uh, laten de mensen heel veel uh, heel erg met rust. Ja, dit is een voorbeeld van een plek waar wij dan water haalden. Dus uh, putten zie je eigenlijk in heel veel landen gewoon langs de weg of in een dorp. En dan was het letterlijk het water omhoog halen. Wij deden het dan via de pomp en dan ging het zo uh, de auto in via een filtersysteem. En met 50 liter konden wij dan vaak toch wel zo'n ja, drie tot vijf dagen doen. Afhankelijk van hoe zuinig we douchten. Douchen uh, douche deden we ook gewoon met een klein kraantje langs de auto. En als er mensen waren, dan hield de ander een handdoek voor en dan had je een beetje privacy. Het was heel simpel, maar het werkte voor ons echt perfect. Uh, dus ja, je, je wordt wat meer basic, maar dat heeft ook wel juist uh, zijn charme. En water krijgt ook wel een andere waarde. Want er, zeker in West-Afrika, uh, ondanks dat het daar toch wel veel regent, moesten we af en toe echt ons best doen om water te vinden. Dus je hebt daar wel putten zoals dit. Dit was dan in, uh, in Marokko. Uh, maar uiteindelijk hadden wij soms echt een dagtaak eraan om, om een plek te vinden om onze tank weer te vullen. Uh, en dat je door dorpjes uh, heen rijdt waar er gewoon meer dan een kilometer uh, voor water uh, gereden of gelopen uh, moet worden. Uh, en daardoor krijgt water ook wel een andere waarde. Dat je toch, uh, hoe makkelijk wij hier in Nederland dat verkrijgbaar hebben en ook schoon drinkwater, uh, en dat we dat ook gewoon door het toilet spoelen. Nou ja, dat is voor iedereen, het is, uh, het is gewoon een raar, eigenlijk een raar idee. Um, en dat, uh, gelukkig doen wij thuis met regenwater, dus dat uh, voelen wij ons iets minder schuldig. Uh, maar het is wel interessant hoe dat, uh, wat voor waarde je krijgt, wat dingen een andere waarde krijgen uh, als je dat uh, daar meemaakt. Ja, dan de vraag kregen we net al, hoe is dat nou om zoveel uur samen te reizen? Uh, uiteindelijk hebben we echt meer dan 1200 uur naast elkaar gezeten in de auto. Uh, het is een redelijk kleine ruimte. Gelukkig kunnen wij het uh, goed met elkaar vinden, um, maar ook niet altijd. Dus ook wij hebben dagen dat je gewoon niet je dag hebt. En daar leer je ook wel dan in om als je merkt dat die ander niet helemaal zijn dag heeft, om dat ook maar te omarmen en te laten zijn. En misschien even iets minder in iemands feest te zijn. Uh, want dan wordt het alleen maar erger en dan heb je er ook alleen maar zelf meer last van. Dus je, je krijgt wel een bepaalde manier van omgang met elkaar die uh, ook wel iets heel moois is. Um, ja, waar we ook wel uh, dan daarna weer samen om kunnen lachen. Dus wat, wat ons heel erg helpt is dat we, als we merken dat die ander even een te kort heeft, laat het even en als het dan weer gaat, dan altijd wel bespreken, want anders komt het bij jezelf helemaal hoog. En op die manier ja, gaat het eigenlijk altijd goed. En soms ook blijft het uitdagend wat je meemaakt. Bijvoorbeeld uh, deze specifieke drone shot is in Congo. En het ziet er super mooi uit, maar dit was gewoon voor meerdere dagen op rij hetzelfde. Uh, en dan is het dus ook vermoeiend, want dan krijg je dus niet meer nieuwe input om over na te denken of om eens over te hebben. En dat, dat zijn vaak de meest uitdagende momenten, dat je samen naast elkaar in de auto zit. Want op een gegeven moment heb je ook geen zin meer in podcasts of, uh, of muziek. Uh, maar uiteindelijk uh, ja, bleven we elkaar wel altijd uh, kunnen vinden. Ja, ja, dan was denk ik, 80% van de weg was gewoon goed asfalt. Uh, dus echt best al wel veel, maar ook heel vaak niet. Ja, dan heb je op zich meer dan genoeg om het over te hebben. Uh, want je komt echt de meest bizarre wegen tegen. En dat was voor ons ook een beetje de verkenningstocht langzaamaan... van hoeveel kan die auto nou eigenlijk aan? Uh, we hadden natuurlijk al een eerste deuk gereden... toen we überhaupt in Nederland een, een gravelpaadje namen. Nou, dit werd toch wel langzaamaan steeds uitdagender... Hier zie je al dat één wiel op de deur gaat zweven. Dus dat ja, was echt voor ons een beetje een verkenning om die auto zo goed mogelijk te leren kennen. Want hoe beter wij dat wisten, hoe meer wegen je eigenlijk ook kan nemen. Omdat het echt een spel is om daar doorheen te komen. In het zoeken van die grenzen gingen we er soms ook overheen. Hier zaten we vast. We zochten een mooie wildkampeerplek. Dit was in Senegal. En daar heb je hele mooie zoutvlaktes. Dus. Uh, die zien er soms heel hard uit, maar dat zijn ze dan niet. En dan zak je erin. <laughs> uh, dus uh, dit, uh, hier hebben we flink lopen graven. En uh, uiteindelijk lukte het niet om eruit te komen. Maar we hadden geen haast. Dus we zeiden, laten we dit nou als oefening gebruiken. Want als we het nu leren, dan, als we een keer echt een situatie hebben en er is niemand. Hier was een weg niet heel ver vandaan, dus konden we altijd mensen vinden. Zeiden, dus als we het nou hier oefenen, kunnen we als we een keer echt vastzitten en in problemen zitten, weten we hoe we daar wel uit kunnen komen. Um, het werd steeds donkerder en donkerder. Dus op den duur zeiden we, laten we het van nu gewoon laten wat het is. We komen er nu niet meer uit. Uh, dus we zijn gewoon gaan slapen in de daktent, terwijl we vast zaten. Klein beetje scheef, maar. <laughs> Klein beetje scheef. Uh, maar je merkt dan, je zit op een duur in een bepaalde emotie en dan ga je overhaast keuzes maken en dan maak je meestal niet de juiste keuzes. Uh, dus we sliepen er een nachtje over, uh, beide de hele nacht wat lopen mijmeren van hoe gaan we dit nou doen. En de volgende ochtend werden we wakker en kwamen we er redelijk snel uit. Oké, okay, we gaan het nu zo doen. En de eerste poging lukte. Uh, dus dan kom je er ook wel uit en dan krijg je ook een bepaald vertrouwen dat je weet hoe die auto werkt. En ook, uh, wat we hebben aangepast aan de auto is dus achter hebben wij wel de vering aangepast. En ook voor, maar dat is eigenlijk het enige wat we mechanisch hebben aangepast. Er zit een, uh, een hogere, stijvere veer op. Nog steeds zijn we laag, maar dat komt dus door het uh, hoge gewicht dat we hebben. We waren in totaal ongeveer uh, 3100 kilo. Uh, waar de auto maximaal 2600 kilo mag wegen volgens de wet, dus uh, niet doorvertellen. Um, maar dat, uh, de auto heeft zich goed gehouden, maar daar uh, later meer over. Uiteindelijk uh, hebben we ook veel andere overlanders ontmoet. Uh, hier een, uh, een Engels stel die met hun uh, uh, veel te grote uh, fans, ze kunnen het hebben als wij dat zeggen, um, eigenlijk ook aan het rondreizen waren, dezelfde reis, ook uh, van noord naar zuid. Um, en het interessante is dat je uh, veel informatie met elkaar deelt, dus wat heb je, uh, soms loopt eentje wat verder voor, soms, uh, uh, ja hier gingen we dus naar een, een plek aan het water uh, waar we gewoon gezamenlijk een nachtje hebben doorgebracht, uh, want ja dat, doe, dat hebben we eigenlijk meerdere keren gedaan. Um, maar van dat informatiedelen heeft heel veel zin, vooral als het gaat om bijvoorbeeld uh, corrupte politiestops, daar later meer over, uh, maar bijvoorbeeld ook waar je een visa, uh, visum kan regelen uh, of, of allerlei andere zaken. Of waar bijvoorbeeld een goede garage zit, dat was voor ons dan niet nodig, uh, maar voor andere overlanders zeker wel, uh, die stonden minstens één keer in de drie, vier weken bij een garage, waar wij niet één keer de garage op hebben hoeven zoeken. Voortijds vijf weken. <laughs> Ja, en waar wij dus inderdaad ook wij elkaar heel erg hielpen, wat Maarten al zei, was de visa. Eigenlijk vanaf Senegal had je voor bijna elk land een apart visa nodig. Eh, omdat wij eh, niet wisten hoe, wanneer we overal aan zouden komen, konden we dat niet van tevoren in Nederland regelen. Want dan is een visa maar drie maanden geldig. En ja, dat, we wisten niet of dat op tijd zou zijn. Dus we moesten dat onderweg doen. En dat doe je dan bij ambassades van de landen in steden voordat je het in het land bent. Dus dat was altijd een beetje een puzzel van, oké, okay, we gaan nu naar Senegal, welke stad is er hiervoor, waar een ambassade zit, waar wij dan dat visa eh, kunnen krijgen. En elke ambassade werkt weer anders, hebben andere procedures, willen andere documenten. Eh, soms duurt het letterlijk eh, meer dan een 24 uur tot een visa weer klaar is. Moet je echt gaan onderhandelen. Het is echt een spel. Elke stempel die je hier ziet is bijna een verhaal op zich. Um, maar ja, dat, ja je, je wordt er wel handiger in. Um, maar dat was eigenlijk, ja, uiteindelijk ook, dan heb je het visa en dan kom je bij de grens. Het is dan niet dat je er dan meteen door mag. Uh, dus dan wordt er van alles gecheckt: stempels, uh, papieren, noem maar op. Dus Maarten dus op den duur eens bij gaan houden hoe lang wij bezig waren per grens om er overheen te komen. Als je dus al wel de papieren hebt, die klopt. Uh, dat klopt, dus dat, ja, hier zie je een mooi lijstje. Ja, dat is gemiddeld uh, net geen twee uur. Uh, en als we Nigeria eraf halen, daar laten er meer over. Dan waren we ongeveer anderhalf uur bezig uh, met de grensovergang. Dus het land uit en het land weer in. Uh, daarbij wel zeggen dat wij uh, de grens overkonden. Uh, we waren bij soms best wel grote, twee grote uh, landen waar veel mensen woonden. En er waren misschien een enkele auto die ook de grens overging in de tijd dat wij de grens ook overgingen. Dat deed ons echt beseffen dat wij echt geluk hebben met het paspoort wat we hebben. Want soms kunnen mensen in buurlanden niet eens de buurlanden bezoeken, omdat ze daar geen visum voor kunnen krijgen. Uh, en dat, was wel, uh, dat besef kwam, uh, kwam wel binnen. Nou, ook als je zag soms bij grenzen hoe weinig verkeer er überhaupt was op een dag. Dus bij sommige grenzen stonden wij best lang. En dat er dan geen enkele auto oversteekt, en dan neem je een hoofdgrens in het, in het uur of anderhalf wat je daar staat, geeft wel een beetje aan hoeveel daar ook soms samengewerkt wordt. En dat is niet bij alle landen hetzelfde, maar bij sommigen vonden wij het echt opmerkelijk hoe, hoe weinig daar eigenlijk ook qua vrachtverkeer, qua dat producten uitgehandeld worden of zo, dat was echt een stuk minder. Het interessante ook nog: wij hebben ons uitgeschreven in Nederland. Uh, en toen wij weer moesten inschrijven in Nederland, uh, moest uh, degene van de gemeente van elke pagina een kopie maken. Dus die was nogal lang bezig om ons weer in te schrijven. Er kwam een dik pak papier uit, uh, waarschijnlijk om ons even te checken of wij uh, niet ondertussen uh, andere geloven aan zijn gaan hangen of iets dergelijks. Maar uh, we mochten weer in Nederland komen wonen. Maar goed, Nigeria, dat was een, uh, een, uh, een verhaal op zich. Uh, uiteindelijk uh, lukte het ons om het uh, visum voor Nigeria te krijgen. Uh, en Nigeria was zo moeilijk dat elke overlender hier problemen mee had. En de, er waren een aantal opties. Er waren, was bijvoorbeeld of verschepen. Uh, dat was voor ons niet echt een optie. Uh, er was een andere om terug te vliegen naar huis. Daar je visum te halen en weer terug te vliegen. Uh, en dan naar het land daarvoor, dus Benin of soms zelfs Ghana. Um, en dat was voor ons ook geen optie. En er was zelfs ook een optie om een tijdelijke resident te worden van Benin. Zodat je eigenlijk Benin-inwoner uh, was en dan dus Nigeria visum kon krijgen. Uiteindelijk was het voor ons allemaal geen optie. Um, en moesten wij het gewoon aan de, aan de grens regelen. Uh, het is één, we hebben op twee plekken uh, echt moeten betalen. En dit is dus één plek waar we 300 dollar hebben moeten betalen. En we weten niet aan wie. Uh, en uiteindelijk mochten wij uh, wel het land in. Um, wat, wat dus echt oprecht negen uur heeft geduurd. Ja. <laughs> ja. En uh, het was uh, super frustrerend omdat we geen idee hadden waar we aan toe waren. We hadden geen idee uh, uh, wie uh, in de macht was. Um, en dat, um, nou ja, je zal mij zo in beeld zien komen. Um... Hier mochten we net de grens over, dus we waren eerst bij één grens. Nou, daar werd wel niet geaccepteerd. Toen moesten we naar een andere. En ja, daar begon een bepaald machtspel uh, dat we maar vooral moesten betalen. En dan mochten we wel door. Uh, in het begin probeerde we dat tegen in te gaan, maar dat had echt totaal geen zin. Uh, dus ja, dan moet je er toch maar in mee. Um, ja, ik weet niet of je het ziet, maar onze emotie zat hier redelijk, uh, redelijk hoog. We are in Nigeria. in Nigeria. But we are not there yet. Oh my god, we are exhausted. It's now close to 5 o'clock in the afternoon and we started at half past 8. eight. Oh my god. We paid way too much money, uh, but now we get an ex uh, escort from customs to the airport. In front of us. In front of us. And, and behind us. And, and behind I'm us, sure. we have uh, our own escort. Uiteindelijk bleek het te zijn dat je kon een visum op on arrival krijgen, dus het land in en je krijgt dan een visum. Alleen dat was alleen geldig als je het land invliegt en wij reden het land in en ja, dan is, het, dan is het dus niet mogelijk. Nou ja, uiteindelijk is alles mogelijk, maar we werden een soort van gekaapt in de zin, ja, we waren, ons paspoort ging mee met de douane, met de auto voor ons. En voor Nigeria hadden we ervoor gekozen om de eerste dagen met een escort te rijden, omdat het een wat spannender land was... Uh, ook omdat er uh, elections waren, dus er waren verkiezingen. Uh, en dan is een land, dat merk je ook al in Nederland, is een land gewoon wat meer onrustig. Um, maar goed, uiteindelijk, na een veel te lange dag, hadden we eindelijk ons, uh, ons visum in het paspoort. Uh, en dat was een, uh, een vrij grote opluchting. Ja, toen begon de volgende uitdaging. Dus toen waren we op de duur in Benin City. Uh, toen hadden we de escorts toch wel weer uh, vrijgelaten, want we merkten toch wel. En met een escort rijden is van de ene kant heel veilig, want je wordt beschermd, maar je valt ook echt enorm op, want iedereen ziet dat jij een escort hebt, dus je zal wel een belangrijk persoon zijn. Dus we hadden toen echt iets van, ja, is dit nou wel echt zo heel veel beter? Uh, dus vanaf Benin City zeiden wij, nou, doen we het weer zelf. Uh, maar in Benin City waren wij uh, twee dagen moesten we daar blijven, omdat toen letterlijk de verkiezingen waren en toen mocht er geen verkeer op de weg. Uh, dus nou, daar hebben we even uitgerust. En uh, toen kwam de uitdaging: hoe gaan we dit land weer uit? Um, de eerste route aan de linkerkant uh, die is het kortst en is ook een goede weg van asfalt. Uh, maar daar mocht je niet door, want daar was onrust. Uh, dus wij moesten om. Uh, en dan kwam je bij optie 2, die een stukje langer was, maar waar vooral een heel slechte route lag te, wa te wachten. Uh, dus we hadden heel veel contact met andere reizigers over tips van ja, is dit te doen voor ons? Want ja, wij zijn geen standaard uh, 4x4 auto, kunnen wij daar wel doorheen? En uh, ja, uiteindelijk moet je het zelf bepalen. Wij besloten de gok te wagen, want de enige andere optie was verschepen. En dan echt verschepen van Ghana naar Namibië, dus dan sla je echt een heel groot stuk over. Dus we ze zeiden nou, we gaan dit gewoon doen en dit moet wel lukken. Nou, uiteindelijk dat was... was het, uh, we kijken er nu op terug als het, uh, het grootste en het gaafste avontuur wat we hebben meegemaakt. Maar we nemen jullie graag even mee in, uh, in hoe slecht deze weg was. Um, uiteindelijk zijn we deze hele expeditie ook een beetje begonnen met een bepaalde naïviteit. En ik denk dat dat ook belangrijk is om af en toe gewoon lekker naïef te zijn, uh, maar wel realistisch. We zijn ook deze weg op dezelfde manier ingegaan. Dus we waren zeker naïef en we hadden zeker gehoord dat het een slechte weg was. Het was ook de reden dat wij de maanden daarvoor eigenlijk relatief snel aan het reizen waren ten opzichte van andere overlanders. Want we wilden niet deze weg nemen wanneer het regenseizoen was. Uh, omdat het dan één uh, blubberboel zou zijn en dan zouden we het helemaal niet redden. En dan uh, zelfs als je een, een fatsoenlijke 4x4 hebt, dan red je het eigenlijk ook niet. Dus uiteindelijk hadden we niet echt een andere keus. Er is altijd een keus, maar in ons opzicht niet. Uh, en, uh, en zijn we er gewoon wel voor gegaan. Ja, nou, dat was een echt uh, samenwerken. Dus uh, Maarten zat met name achter het stuur om de auto zo secuur mogelijk te sturen. En ik heb een heel groot deel voor de auto gelopen. Uh, vaak gehurkt, zoals hieronder te zien, omdat ik kon zien wat Maarten niet zag. Uh, dus ik was dan aan het kijken vanaf deze hoek van oké, okay, waar zit een verhoging? Gaat die de onderkant raken? Want de onderkant was letterlijk onze accu van de auto. En als die zou beschadigen, dan was het einde de expeditie. Uh, dus we voelden wel enige druk. Um, het was heel stressvol, maar uiteindelijk waren we wel enigszins verrast hoeveel de auto kon. Um, op de volgende foto zie je ook: het was echt dan kijken met plassen, hoe diep is die? Want als die ineens te diep is, ja, dan raak je ook weer iets. Uh, daarnaast hadden we het nadeel dat het toch al wel wat geregend had, want het was wel in aanloop naar het regenseizoen. En dan hadden we al wel all-terrain banden, maar ook dan kan je gaan glijden. En ja, dan heb je helemaal geen grip meer. Uh, dus het, het was een, uh, een spannende route. Uiteindelijk was deze, echt de slechte deel van de route, was 150 kilometer. Uh, en wij waren er, een dit is dus dag één dat we erin reden. En we, we zijn er vrij, vrij ver gekomen, al ging het vrij traag. Uh, en op een gegeven moment hadden we gewoon een mooie plek gevonden om, uh, om te gaan slapen. Uh, daktent uitgegooid en, uh, en uh, toen begon het te regenen. Uh, en elke regendruppel, het raakt me nog, kwam echt als een, uh, als een spijker in mm -hmm. ons in. En de emotie komt hier ook weer even mooi, uh, We drove uh, naar voren. I think 20 meters and it's just getting worse and worse. Um, we are now 30 kilometer in and it is still 100 kilometer further. So we are seriously thinking is better to stop and um see if we can get help. Um, so we feel a little bit stuck. The battery is um, descending quite quickly as well. So we will have to charge. As and as always, Klaus It's not fun at this moment. <laughs> um, as yeah, we we really push the limits of what we can do electric. But this is a limit too far, I think. Yeah, ja, here hadden we both well, echt the maximale meltdown van de hele expeditie, denk ik. Um, gelukkig niet allebei exact tegelijk. Uh, ik had hem ietsje eerder. Uh, en toen had uh, ik zoiets van, nou ja, we moeten het maar gewoon gaan doen. En toen iets later, toen had Maarten hem. Uh, en uh, nou, we hebben maar besloten letterlijk even rust te nemen. Want om in emotie dan een keuze te maken, nogmaals, ook hier werkt niet. Um, en we hadden het voordeel dat we daardoor ook even aan het wachten waren. En het regende niet, dus het droogde een beetje. Ehm, daardoor werd de aarde weer iets behapbaarder en zijn we daarna gewoon weer heel langzaam door gaan rijden. Ehm, het interessante was ook dat dit was de enige doorgaande weg naar Cameroen was. Ehm, dus er was meer verkeer, vooral scootertjes en hele oude fikiviers. En het leuke was dat iedereen die je dan tegenkomt, zei, ja gaat door en jullie kunnen dit. Terwijl ze ook echt naar die auto's zaten te kijken van oké. Okay. Uh, maar wel echt een bepaalde spirit van ja, de, de, ze wilde je echt er doorheen helpen en ze wenste je echt het beste. Um, en ze zeiden ja, vanaf hier wordt het beter. Nou ja, dat, dat hoop je dan maar. Uh, uiteindelijk was dat ook vaak om je weer moed in te praten, leerden we wel. Het was niet altijd even waar, maar uh, ja, dus uiteindelijk zijn we door gaan rijden wel. Uh, hier hebben we echt een moment gehad, waar we zeiden ja, misschien moeten we wel omdraaien. Uh, maar toen kwamen we er toch ook wel achter, als je omdraait, dan is het ook niet opgelost. Uh, want het is nog steeds de enige route die naar Cameroen ging. En anders moesten we nog steeds verschepen. En ook verschepen is niet zo makkelijk, want daar kun je als persoon niet mee. Het is geen ferry. Uh, het is best een traject. Dus we zeiden, nou ja, laten we het maar gewoon proberen. Uh, we hebben al een stuk gereden en terug is ook niet leuk. Dus uh, nou, we gaan ervoor. Uh... Ja, en uiteindelijk blee, het droogde het ook op en werd de weg eigenlijk gewoon weer goed. Dus als wij gewoon een beetje hadden uitgeslapen, dan, uh, dan hadden we het probleem al minder, minder gehad. Een uh, ander voordeel was dat we wisten dat er een, een, een vijftal Overlander-trucks achter ons waren, een dag of twee, drie. Uh, en die, uh, die zouden ons eventueel ook kunnen helpen. Alleen mijn grootste angst zat hem, of angst. Uh, waar ik gewoon het meeste mee zat, was het feit dat ik had een probleem veroorzaakt En andere mensen mochten het dan oplossen. Uh, en dat was eigenlijk waar ik mee het meeste mee zat. Maar uiteindelijk hebben we samen dus de rust weer kunnen vinden. En hebben het gewoon stap voor stap aangepakt. En uh, ook het volgende uh, shot is eigenlijk gewoon uh, iets dat we moesten nemen, dit deden we niet voor de, voor de lol, um, maar ja, zo moesten we gewoon door sommige kuilen en gaten heen komen. En het was echt een gepuzzel met de auto om dat, uh, om dat zo goed mogelijk te doen. Maar het bleek uiteindelijk dat als de grond gewoon droog was, dat er zoveel grip in die banden zaten en zo rustig kon optrekken, dat je eigenlijk gewoon best wel heel veel kon uh, met de auto. Ja, dus op den duur ga je dan ontdekken dat je als elektrische auto ook echt voordelen hebt bij Figi of bij slechte wegen niet bij Figi 4. Um, dus een elektrische auto is heel secuur met snelheid, want je hebt geen schakelen meer. Dus je kan heel lang 1 km per uur rijden bijvoorbeeld, echt exact. Uh, waardoor je ook heel precies kan bepalen hoe je gaat rijden. Je hebt niet ineens een, een boost in uh, het starten. Uh, en daarnaast heb je ook dat de, de onderkant van de auto is enorm stijf is. Dus wat je in de vorige uh, video ook zag, we gingen letterlijk als een wip soms over greppels heen, waardoor we er niet doorheen hoefden en we dus ook niet diep inzakten. En dat was voor ons op de nu echt een, een spel: van hoe kunnen we die superpowers gebruiken uh, om door dit parcours te gaan? Uh, soms was dat niet genoeg, dan moesten we ook letterlijk stenen voor banden leggen om iets omhoog daar, iets omhoog daar en dan. Lukt het weer. Ik denk dat we gemiddeld hier zes kilometer per uur gereden, met al het stilstaan erbij opgeteld natuurlijk. Dus we hebben um, uiteindelijk iets meer dan vier dagen gedaan over 150 kilometer. Ja. Het interessante is ook dat we later ook andere overlenners ontmoeten, een Amerikaans stel die de wereld aan het overreizen zijn met hun fatsoenlijke 4x4... Uh, en die kwamen erachter dat wij dit ook hadden gedaan. En die, uh, ja, wij hadden wel een beetje de lol weggehaald voor, hun, voor die weg. Omdat um, als wij het konden, nou, dan was het voor hun, uh, mochten zij niet, uh, helemaal niet klagen. En uiteindelijk uh, kom je ook plekken tegen waar je toch ook moet vertrouwen op uh, andere mensen. En ook wat mensen maken. Um, nou ja, uiteindelijk uh, uh, waren we niet de enige die hier reden. Dus uh, dit ging ook goed. Maar het is toch altijd wel even met samengeknepen billen als je hier overheen rijdt. Uh, maar uh, ja, dit... Uh, dit soort bruggen hebben we ook vaak genoeg moeten nemen. Ja, maar toen... het, uh, ja, het is ook één keer niet goed gegaan. Ja. Uh, we reden van een steen af en in één keer hoorden we een kerde knal. En we hadden een, een dikke steen uh, in, onze, in onze plaat aan de onderkant van, uh, van de auto. We, zijn, uh, we hebben het gezien. We hebben uiteindelijk gewoon gedacht: oké, okay, nu moeten we, we moeten nog gewoon door. Er kwam geen rook uit. We verloren geen vloeistoffen. Uh, en we hadden geen errors, dus uh, we zijn uh, doorgereden en uh, we dachten van, nou, daar gaan we later wel gewoon foto's van maken en kijken of dit echt kwaad kan. Uh, en het was eigenlijk ook wel een interessante dat dit een opening was om met Skoda in contact te komen, dat we uh, ja, deelden dat wij een probleem hadden met de techniek. En zij hebben, nou, deze foto heb ik, uh, heb ik gestuurd en uh, die hebben zij intern allemaal besproken en ze zeiden, nou... Uh, het lijkt dat jullie geluk hebben gehad, maar doe alsjeblieft een beetje voorzichtig met de auto. Uh, nou, dat hebben we beloofd. Uh, en vanafdien uh, was het eigenlijk een hele leuke, uh, leuke samenwerking. Ja. Het. Nou, het leuke is dat we uiteindelijk nog bij Skoda ook geweest zijn. En toen lieten ze zien hoe die accu is opgebouwd. En dus het was echt letterlijk zichtbaar als die, die diep, die deuk, twee millimeter meer was geweest, dan was het klaar. Uh, dus we hebben echt oprecht geluk gehad. Uh, maar ja, soms heb je dat nou helemaal nodig in het leven. Um... Ja, zo blij waren wij toen we weer asfalt zagen. <laughs> uh, het, het pijnlijke was dat toen we in Cameroen waren en de 150 kilometer voorbij waren, toen waren we er nog niet. Toen moesten we nog, ik denk, in 200 kilometer over uh, hele harde modder, wat echt de hele auto uit elkaar rommelde. Uh, dus ja, dit, dit was echt heel veel blijdschap dat, er, uh, dat het weer asfalt was. Uh, ja, en, en dan komt het regenseizoen. Dus um, ja, dit is geen dag, dit is nacht. Is uh, uh, andersom, sorry. Uh, het is dag. <laughs> uh, dit is gewoon een regenwolk die eraan komt. Wij vonden het echt ook wel bijzonder mooi, moet ik zeggen. Uh, dan zie je echt hoe krachtig natuur kan zijn en uh, hoeveel regen er in één minuut kan vallen. Uh, waar het hier in Nederland drie maanden achter elkaar kan regenen, is het daar even heel kort, maar wel echt snoeihard. Uh, we hebben denk ik in heel de expeditie drie regenbuien gehad, maar dat waren wel echt uh, de intenste die wij ooit meegemaakt hebben. En um, in de, de eerste vier weken dat we thuis waren in Nederland elke dag. Dus ja, dat is wel dat een, was een kleine switch <laughs> ja. ervaring. Ja. Uh, maar we zijn ook ziek geweest, uh, we hebben malaria gehad uh, in Angola. Uh, en uiteindelijk uh, is daar uh, uh, malaria is de nummer twee doodse oorzaak uh, van wat, wat in Angola uh, gebeurt. En het interessante ook was, eh, ja, Renske begon s'nachts een beetje te zweten en op een gegeven moment de volgende dag, ik reed en Renske zat ernaast. En ik zat gewoon in mijn t-shirt en, uh, en een korte broek en Renske zat nog met een handdoek om en uh, ik zei, nou volgens mij moeten we even naar het ziekenhuis. Um, en het mooie is daar in Angola, uh, is daar dat je gewoon gratis uh, op consult kan en gratis medicatie krijgt tegen malaria. Omdat ze ook willen dat iedereen daar, uh, ja, dat daarvoor komt, uh, omdat het gewoon nog steeds wel een overdraagbare ziekte is. Dus hoe minder dat voorkomt, hoe beter. Uh, maar we hebben het wel, uh, wel goed last van gehad. En het is uiteindelijk ook nog steeds een ziekte die we niet moeten onderschatten. Uiteindelijk hebben we andere overlenders uh, meegemaakt die echt binnen 24 uur hun zicht al bijna kwijt waren. Uiteindelijk wel op tijd waren omdat ze toen bij een ziekenhuis terechtkwamen. Uh, maar het, kan, het is nog steeds iets wat, uh, wat niet moet onderschat worden in, uh, in uh, uh -huh. Afrika. Ja, toen kwamen we aan in Namibië. En uh, nou, dat, toen was ineens ons publiek heel anders. Uh, ik weet niet of jullie het verschil zien. Um, maar ja, dit zijn alleen maar witte mensen. Die hadden wij al in heel lange tijd niet meer gezien. Vaak waren wij de enige witte in, in, in omstreken. Um, dus uh, Namibië is eigenlijk het eerste land waar weer veel toeristen naartoe gaan. Uh, wij gingen als eerste ook naar Etosha, dat is een national park in Namibië, dus een echte toeristentrekker. Dus we reden dat park in, naïef als we waren, en ineens waren we omringd door allemaal toeristen. Dat was echt zo van, oh mijn god, wat is dit? Het uh, was echt een uh, cultuurshock als je dan ook letterlijk weer ineens bij Nederlander staat. Uh, dan, dan merk je pas eigenlijk hoe... Uh, ja, remote je even geleefd hebt, om even zo te zeggen. We waren letterlijk echt gewoon een beetje verwilderd, gewoon ja. zo met elkaar. En dan ja, in één keer uh, staan er gewoon twintig, dertig mensen om de auto heen uh, en die, uh, die even een praatje willen maken en nog in de snelheid van de westerse wereld op vakantie zijn. En wij heel rustig en dan één keer zoveel vragen, dat was, uh, was wel intens. Hier nog een uh, verstopte toerist, uh, mijn moeder en, uh, en ook mijn vader, die zijn in Namibi ons uh, wezen opzoeken. Um, dus die, uh, dat waren ook nog de witte mensen die we zijn tegengekomen. <laughs> maar uh, tijdens de expeditie dachten we ook gewoon dachten we, van ja, je moet ook gewoon leren door te doen. Uh, en het, het interessante hier is: uh, we zaten hier vast in het zand. Het grote nadeel wat we hadden is dat ongeveer 60% van het totale gewicht zat op de achterbanden. Dus de voorbanden die gingen vaak wel, maar de achterbanden zakten we gewoon gelijk ergens in. Uh, en dat is ook hier uh, goed te zien. En, uh, en uiteindelijk zaten we dus hier ook vast. We hadden platen mee die we onder de banden konden doen, dus dan schep je wat weg en dan vergroot je net de oppervlakte waarop het band staat. En uiteindelijk hadden we ook zoiets, nou dan kunnen we daar net goed ook gaan staan, dus dan klapten wij onze daktent uit en dan gingen we eens even evalueren hoe we het de volgende keer anders zouden kunnen doen. En het was uiteraard ook gewoon een heel mooi plekje om te staan. En ja, dan uh, kwamen we een nieuwe uitdaging tegen. Dit zijn gemiddeld genomen de wegen in Namibië. Uh, je ziet de band op en neer wiebelen. Uh, uh, dat was niet per se leuk. Uh, echt letterlijk, de hele auto trilt uit elkaar. Uh, de meeste toeristen die huren een auto en dan rijden er gewoon heel snel overheen. En op den duur voel je het dan iets minder. Maar als het je eigen auto is, dan ja, vind je dat toch ietsje spannender, want het trilt letterlijk uit elkaar. Uh, en ja, die auto moest er nog wel eventjes mee. Uh, daarnaast merkten wij dat de auto ook langzaamaan ging ruiken en dan niet per se uh, de goede geur. Uh, het rook letterlijk alsof we aan het barbecuen waren in de auto, maar dan bij de banden. Uh, we hadden een warmtecameraatje mee en op de rechterfoto zie je dat we eigenlijk de temperatuur meten. Uh, de temperatuurmeter die kon tot 150 graden, dus hoe warm het echt was weten we niet, maar de achterrem was echt snoeihet. Um, dus wij gingen toch maar wat rustiger daaroverheen om te voorkomen dat het helemaal uit elkaar ging. Um... We zijn er ook over in contact geweest met Skoda en het vermoeden, ze weten niet heel zeker waar het vandaan komt. Anders dan uh, dat het te maken heeft uh, met een bepaalde stabiliteitssysteem, wat we niet uit konden zetten. Dus ESP kan je uitzetten, maar er zit nog een bepaalde basis in die dat gewoon niet uitgezet kan worden. En dat er constant een heel kort impuls aan de remmen werd gegeven als we op een hobbeltje waren en er weer inzakten. En dan nog een andere interessante topic. We hebben uiteindelijk in geheel Afrika ongeveer 300 uh, politiestops gehad. Uh, uiteindelijk waren daar ongeveer 80% van was, uh, was allemaal prima. Dat was gewoon even een paspoortcontrole en uh, and, and that's it. Maar er waren er ook genoeg die toch wat probeerden uh, uh, af te troggelen qua geld. En bijvoorbeeld ook gewoon om, uh, om te kijken of ze een boete konden geven voor iets wat niet klopte. Want dat was uiteindelijk toch gewoon weer wat extra inkomsten. Uh, dit bleek altijd, het bleek gewoon lastig te zijn, want je wil niet als uh, arrogante wit persoon die op reis is altijd maar zeggen van nee we doen het niet en uh, we gaan er gewoon weer vandoor. Dus je wil uiteindelijk ook het uh, gesprek aan uh, blijven gaan uh, om, om er samen uit te komen, wat dus niet altijd mogelijk was. Een leuk voorbeeld daarin is in Sierra Leone, daar werden we aangehouden en je geeft je paspoort en op dat moment ben je even kort gegijzeld. Dat is ook wat, wat, gewoon, wat iedereen ook weet, iedereen weet dat het paspoort een belangrijk document is, maar dan kan je dus niet meer wegrijden. En uiteindelijk deden wij daar relatief makkelijk over om hem wel weg te geven, want als je dat van tevoren al niet gaat doen, dan ga je er vrij vijandig in. Uh, maar deze desbetreffende dame die was toch wel wat lastiger. En uiteindelijk uh, we de, lukte dat gewoon niet. Ze wilde ons een boete geven, maar al onze papierwerk klopte en, en, uh, en dergelijke. Uh, en uiteindelijk uh, was ik er gewoon best wel een beetje klaar mee. En heb ik de auto haaks op de weg geparkeerd en de hele weg geblokkeerd. Uh, en uiteindelijk kwamen een hoop andere politieagenten aan en toen weer uiteindelijk wel aan de kant van de weg uh, gaan staan. En dit klinkt als een heel stoer verhaal wat je even vertelt. Alleen je hebt er op een gegeven moment 300 gehad en je, je leert op een gegeven moment een beetje spelen met wat wel en niet kan. Uh, en dit is dan een wat extremer voorbeeld, maar de meeste waren uiteindelijk wel gewoon de communicatie aangaan en kijken of je het toch voor elkaar kan krijgen. En we hadden één groot voordeel, we hadden geen haast. En dat, uh, ja, dan kan je net zo goed de hele dag blijven en, dan, ja. en dat uh, straalden we ook uit. Nou, het, is, het is zelden zo dat er meerdere agenten tegelijk corrupt zijn. Dus vaak is het dan, als er eentje is en die probeert het dan, wat Maarten net dus ook deed, met dan meer agenten lokken. Ja, de kans dat iemand dan nog steeds corrupt wil zijn, is wel weer een stuk kleiner. Dus zo ga je op den duur bepaalde handigheidjes krijgen om dan te spelen. Uh, hetzelfde dat ze proberen ook heel snel iets te zoeken om je een boete te geven. Dus dan willen ze al je papieren zien. Uh, heb je een gevaren driehoek? Heb je er ook twee? Heb je een brandblusser? Is hij nog, nog over de datum? Vaak goed? Uh, wij deze niet hebben moeten laten zien ja. uh, dat we hem bij <laughs> ons hadden. Dat, uh, en ook dat even werd gekeken naar of die nog uh, binnen de houdbaarheidsdatum ja. goed was. En daarin op de duur ook, dan leer je dat je, je, je hebt respect hebt, want ze hebben macht, uh, maar dat je ook wel je grenzen aangeeft. Dus als je echt merkt dat iemand maar blijft zoeken, dat je op de duur ook zegt: van ja, je hebt nu gewoon in de gaten, het is goed wat we aan het doen zijn, dus nu is het ook klaar. Uh, hetzelfde als dat, we hebben ook een keer gehad dat een agent gewoon random alle deuren van de auto open ging trekken om te kijken wat daar binnen was. Dat we ook zeiden: het is prima als je in de auto wil kijken, maar wij, de auto is nog steeds van ons, dus wij doen de deuren open, dan mag jij kijken en dan doen we de deuren dicht. En zo op die manier hou je ook wel zelf bepaalde controle. Ondanks dat zij ook weer macht hebben over jou. En dat, dat was een spel zonder regels, noemen wij het altijd. Eh, niet altijd leuk, maar je wordt er wel handiger in. En een moderne auto helpt daar ook in, want er werd uh, op een bepaalde regel gezegd van ja, in dit land moet je door je binnenspiegel naar buiten kunnen kijken. Nou, ik weet niet of u uh, al een beetje in de auto hebt gekeken, <laughs> maar dat konden wij niet. Maar ja, als je de auto in zijn achteruit zet, dan ligt dat schermpje op en dan zie je een cameraatje naar achter. Uh, en toen mochten we ook snel doorrijden, want we dachten hier is niks te halen. Maar onze auto die bleek uiteindelijk ook wel echt een hulp te zijn in soms door wat lastige situaties heen te komen. Dus als bijvoorbeeld een paspoort in handen was en je zet de auto in achteruit, je rijdt een halve meter naar achter en ondertussen een klein beetje lachen en daarna weer een halve meter naar voren, want je hoort niks. Dus het is een stille auto. En vaak ging daar gelijk een glimlach op het gezicht en werd voor het eerst dat er dus een elektrische auto werd gezien in hun leven. Wat heel grappig was om die ervaring te kunnen delen. Uh, en dan ging de, de motorkap open uh, en lieten we zien dat we daar eigenlijk best wel veel spullen bewaarden. Uh, en ja, er was echt geen motor. Dus uh, ja, waar zit die dan? Nou, dan even onder de auto kijken. Uh, en daar namen we ook heel vaak echt wel de tijd voor om, dat, uh, om die ervaring uh, uh, yeah, te delen oh. en ook uit te leggen. En, uh, en dat was echt, uh, echt heel erg leuk. Ja, en tegelijk ook een afleiding. Dus soms als iemand dan je graag een boete wil geven, dan heeft iemand misschien niet zijn dag of die is aan het proberen. Maar als hij dan ineens zo verrast wordt door zoiets nieuws, ja, dan, dan vergeet je soms ook waar je eigenlijk moeilijk over aan het doen was. En dan is het daarna allemaal prima en dan mag je weer gewoon doorrijden. Dus we zullen nooit weten hoe het voor ons geweest zou zijn als we met een brandstofauto hadden gereden. Maar we hebben wel het idee dat het ons vaak heeft geholpen om uh, ja, ergens voorbij te komen. Nou, en dus het is nog even het verhaal van geen geluid en hoe vaak mensen dan toch even luisterden, en inderdaad ja, dat het compleet stil was. Uiteindelijk in Namibië hebben we ook weer snel kunnen laden. Daar hebben we ook gewoon wel gebruik van gemaakt, omdat het er was en om onze auto weer eens even flink van stroom te voorzien, omdat het daarvoor vrij traag ging allemaal. En dit was dus in Namibië en uiteindelijk ook in Zuid-Afrika. Uh, en in Zuid-Afrika hebben wij eigenlijk gewoon bijna van een heel snel laadnetwerk gebruik gemaakt. Uh, daar hadden we ook een, een partner die ons een, een pas heeft uh, gegeven. Die kwamen we ook gaandeweg tegen, hadden we niet van tevoren. Die hadden uh, ons gevonden op social media en die zeiden: hé, hey, uh, ja, wij willen wel partner worden. En hebben van hun laadnetwerk gebruik gemaakt. Interessante in, uh, in Zuid-Afrika is loadshedding. Dus je hebt op een aantal dagen per, per dag of een aantal uur per dag is er geen stroom, want dan wordt het verdeeld over het land, uh, omdat er niet genoeg is voor het hele land. Maar dat bleek eigenlijk prima om heen te plannen te zijn, want er is gewoon een app voor en uh, ja, we hadden geen haast, dus dat, uh, dat scheelt. Ja, toen was daar het grote moment, uh, Kaapstad. Um, de, het mooie is dat als je aankomt rijden en het is een zonnige dag, dan zie je op rechte tafelberg al 80 kilometer voordat je er bent. Uh, voor ons was dit echt heel emotioneel, want je bent al 14 maanden aan het voorbereiden en dan 8 maanden aan het rijden naar dit exacte punt. En dan ben je daar ineens, uh, heel erg raar. En uh, het voelt echt als een ontlading. Het leuke was ook dat de media daar heel erg geïnteresseerd was in wat wij deden. Ze mochten heel vaak ons verhaal delen. En mensen daar zagen het heel erg van: ja, jullie hebben het al gedaan, jullie zijn al klaar, jullie zijn in Kaapstad. En uh, toen hadden wij zo van: oh ja, we zijn er al. Maar ja, we moeten ook nog terug. Ja. <laughs> en dat hadden we toch ook wel een klein beetje onderschat. Uh, het is een beetje hetzelfde als dat je een berg aan het beklimmen bent. en dan ben je op de top. en dan moet je toch ook nog wel heel naar beneden. Um, ja, dat, dat was even schakelen. Dus we hebben oprecht even rust genomen in Kaapstad. Uh, het is daar ineens weer heel westers, dus heel veel luxe. Uh, ook wel weer echt wennen, allemaal campings, allemaal mogelijkheden. Um, maar dat, dat, ja, even de tijd genomen om weer te landen. Uh, daarnaast was Skoda ook uh, zeer nieuwsgierig hoe het nou eigenlijk met de auto was. Uh, dus die hebben uiteindelijk geregeld dat de auto een volledige check kreeg in Kaapstad. Om te zien of er nog dingen kapot waren. Die toch echt vervangen moesten worden. Om weer omhoog te kunnen rijden. En het was wel leuk dat het was een, een mechanic. Echt een hele ervaren man kwam er redelijk snel achter. Die heeft echt een middag lopen zoeken. En die was echt alles behalve Of die was totaal verbaasd dat hij eigenlijk niks kon vinden aan die auto. Wat, niet stu wat, wat stuk was. <laughs> dus alles was eigenlijk nog heel. Uh, voor de zekerheid hebben ze de 12 volt accu wel vangen, maar verder, alles werkt eigenlijk helemaal prima. Uh, dus ja, dat was wel een, uh, een cadeautje om, om te ontdekken hoe goed deze auto het eigenlijk aan kan. En eigenlijk in, uh, in zuidelijke Afrika hebben we ook wel wat meer mensen ontmoet. Uh, ook omdat in West-Afrika uh, West en ook vooral in de Oksel is veel landen die daar toch Frans-talig zijn. Uh, en waar wij toch gewoon wat minder ons kenbaar kunnen maken. Uh, was dat in Zuidelijk Afrika en ook Oost-Afrika makkelijker, omdat daar gewoon veel Engels wordt gesproken. En zo werden we eigenlijk bij vrij veel mensen thuis uitgenodigd om, uh, om bijvoorbeeld thuis te komen, komen lunchen of te komen dineren of te blijven slapen uh, of gewoon een aantal dagen te mogen verblijven als we nog weer een, een visum uh, moesten regelen. En dat resulteerde eigenlijk in hele mooie verhalen. En ook, ook wel wat, wat pittigere verhalen als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe het nu gaat in Zuid-Afrika en met racisme en dat soort verhalen. En dan kom je er eigenlijk achter hoe, hoe ontzettend complex dat soort onderwerpen zijn. Uh, en, en hoe lastig dat is als je eigenlijk bent opgegroeid in een, in een omgeving waar dat vrij weinig voorkomt. En dat heeft wel uh, uh, ja, onze ogen wel geopend. En ook wel dat we hebben gezien dat het, uh, ja, dat het gewoon echt een heel, heel moeilijk onderwerp is om, uh, uh, ja, om mee om te gaan. Ja. Maar je hebt ook hele mooie momenten. Uh, we waren ook bij een uh, boerenfamilie en uh, die hadden een koeienveiling waar we uitgenodigd werden. Daar hebben we echt heel veel lol mee gehad en hele mooie gesprekken mee gehad. Maar op den duur was de veiling klaar en toen zeiden we, ja het zou toch ook wel gaaf zijn om nou even zo'n koe achter de auto te hangen. Want waarschijnlijk is er nog nooit een koe getrokken door een elektrische auto in Zuid-Afrika. Misschien dan wel niet in heel Afrika. Dus dat hebben we even gedaan en we hebben even een rondje op het terrein gereden. Nou, dat was uh, wel een gouden momentje om niet snel te vergeten. <laughs> dus het, 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 ja, het zijn hele zware gesprekken soms over hele diepe onderwerpen, omdat je je komt elkaar tegen. Het is een, heel, het, het is een eindige ontmoeting, want de kans dat we deze mensen nog gaan zien is redelijk klein. Uh, maar daardoor ga je ook heel snel naar de diepte toe, dus in een, in een gesprek. En dat, dat neem je wel mee, denk ik, voor de rest van je leven ook. Ja. ja, je blijft je wel echt bevoorrecht voelen in hoe goed land we eigenlijk wonen met hoe dingen worden geregeld. En uh, uh, ja, dat, uh, dat zullen wij nooit vergeten. Uiteindelijk in Oost-Afrika uh, was ook gewoon wat meer bewolking. We hebben besloten om vanuit Kaapstad naar uh, richting het noorden ook het laden op de zon wat meer los te laten door de hoeveelheid bewolking. Uh, en daardoor konden we ook een stuk sneller reizen en konden we eigenlijk op allerlei plekken uh, laden. Uh, ook alsnog wel af en toe op de zonnepanelen. Ook omdat soms uh, uh, het elektriciteitsnetwerk dusdanig uh, uh, slecht was, dus laag voltage, uh, dat laden op de zon uh, voor ons sneller was. Uh, maar in de meeste landen waren er gewoon campings en uh, konden, we, konden we inpluggen. Uh, in het midden boven is nog een: uh, was bij een, uh, een waterkrachtcentrale waar we konden laden. We hebben ook een filmpje opgenomen, dat was een van de initiatieven uh, die we hebben bezocht. Uh, en onderin was eigenlijk bij de Verenigde Naties, die hadden een, een, een tweetal laadpalen uh, die ze hebben uh, geïnstalleerd om ook de, de lokale uh, bevolking wat meer enthousiast te maken voor, uh, voor elektrisch rijden. Uh, en rechts nog een voorbeeld waar we ook uh, twee keer stiekem hebben geladen, omdat we het gewoon niet uitgelegd kregen. En uiteindelijk hebben we wel een dik genoeg fooi achtergelaten om wel voor de elektra te betalen. Maar we werden op een gegeven moment toch wel moe om elke keer uit te moeten leggen wat we aan het doen waren en dat we niet het hele dorp... Uh, leggen met dat we die elektrische auto gingen laden. En dat zijn dus wel de beslissingen waar je niet blij van wordt. Want je wil niet uh, uh, zonder dat iemand weet dingen doen. Maar soms hadden we gewoon echt geen keuze, omdat je gewoon zo moe wordt uh, om, om de discussie aan te gaan of het, het open gesprek. Uh, en, uh, en hebben we dat toch soms ook zo op moeten lossen. Ja, dit was ook wel een hele gave laadplek. Uh, hier hadden we iets meer panelen. Volgens mij was het in totaal 20 megawatt of zoiets. Uh, dit was in Malawi. En uh, ja, daar werden we uitgenodigd om daar onze auto op te laden. Ja, dat, daar moet je dan natuurlijk geen nee tegen zeggen, want dit is toch wel een heel gaaf plaatje. <laughs> uh, ja, en onderweg bezochten we ook andere duurzame initiatieven. Dit was eigenlijk een idee van ons al voor vertrek omdat wij zoiets hadden van ja, in Afrika zijn veel verschillende landen met heel andere klimaten, heel andere situaties qua cultuur. Uh, dus dan pak je zo'n vraagstuk ook heel anders aan. Dus wij zijn uh, ter voorbereiding, maar ook tijdens, aan het zoeken gegaan naar wat daar vooral aan initiatieven zijn. En soms echt heel inspirerende. Uh, dit is bijvoorbeeld een uh, project waar ze drones gebruiken om medicijnen af te leveren. Uh, dat gebeurt onder andere in Ghana, maar in meer landen. Uh, omdat de wegen vaak heel slecht zijn en medicijnen anders vast veel te laat op locatie zijn. Want dan moet een uh, auto ergens naartoe rijden in de jungle. Uh, en ja, dat duurt gewoon te lang. Terwijl zo'n drone kan gewoon lineair recta daarheen en is in 20 minuten op locatie. Dus neem bijvoorbeeld een slangenbeet. Nou, op deze manier ben je op tijd met medicijnen en anders niet. En het is volledig elektrisch en veel goedkoper. Dus het is echt een win-win-win. En zo hadden we nog wat meer mooie initiatieven. Maar ook bijvoorbeeld hier dat we een keer naar een basisschool gingen om kinderen te vertellen over wat we aan het doen waren. Ja, dat zijn wel hele unieke momenten om mee te maken. Uiteindelijk wisten we van tevoren al dat we niet helemaal terug konden rijden naar Nederland. Omdat er in een aantal gebieden al vrij onrustig was, zo niet de interne oorlog. Zoals Sudan en ook Ethiopië werd een stuk minder. werd ook een stuk onrustiger naarmate wij onderweg waren. Dus uiteindelijk besloten wij om vanuit Kenia de auto te gaan verschepen naar Europa. En dat bleek uiteindelijk Griekenland te worden. omdat we toch wel zoveel mogelijk wilden rijden. En het toch raar vonden om in één keer in Nederland aan te komen. als je in Rotterdam de auto weer ophaalt. En dat was ook nog een hele onderneming. Uiteindelijk ook gewoon om een elektrische auto te verschepen. met alle documentatie die daarbij komt kijken. Uh, maar dat is uiteindelijk ook allemaal, uh, allemaal goed gegaan. Wat ik uiteindelijk nog het meest spannende vond, is dat we moesten de 12 volt uh, loshalen, uh, omdat, uh, ja, omdat dan de auto helemaal stroomloos was. Uh, maar ja, hoe komt de auto dan na een aantal weken weer de container uit, als hij zo lang uit heeft gestaan? Uh, dus dat was voor mij verreweg het meest spannende. Maar in Griekenland, we connecten de 12 volt aan en uh, we reden zo de container uit. En uiteindelijk, toen wij later bij Skoda waren, bleken alle elektrische auto's zo langere tijd geparkeerd te worden. Dus dit is een hartstikke normaal iets. Dus je kan je soms ook zorgen maken om niks. Ja, hier uh, waren we uitgenodigd bij Skoda zelf. Dus waar ze in het begin toch niet zo blij waren dat wij hun auto meenamen op dit avontuur. Uh, hoe dichter we bij Europa kwamen, hoe blijer ze eigenlijk wel waren. En hoe leuk ze het vonden om ons uit te nodigen om hun collega's te laten zien dat dit mogelijk was met hun auto. Uh, nou, in dit gebouw is, is de auto letterlijk ooit geboren. Hierachter um, is de fabriek uh, de fabricatielijn. Ja. ja, en het is wel grappig wat Maarten net zei van de uh, 12-volt allemaal losgekoppeld. Deze auto's hadden letterlijk allemaal een losgekoppelde 12, uh, 12 volt accu. Maar goed. Um, en het, het leuke was ook bij Skoda om de, te zien hoe verrast de medewerkers eigenlijk waren dat hun product dit kon. En uh, we hebben toevallig afgelopen maand een keer mogen presenteren aan de board van Skoda over deze expeditie. En daar hebben we eigenlijk ook meegegeven dat het het mooie wel is: dat zij ontwikkelen dit, dus dit product, wat dit dus kan. Uh, maar als je een product ontwikkelt, ben je heel snel bezig met wat een product tot het maximale kan. Dus je weet heel goed de grenzen van waar, waar mogelijkheden liggen. Waar wij als twee. Nederlanders die iets geks willen doen, veel meer aan het kijken waren naar mogelijkheden. Dus in plaats van belemmeringen keken wij veel meer naar wat ze allemaal wel kunnen. En daarin hebben wij ze een beetje als, als tip meegegeven om daar toch eens af en toe van weg te stappen van die belemmeringen. Omdat het ook soms in de weg kan zitten om creatief te kijken naar kansen. En dat hebben ze wel heel leuk ontvangen en daar gaan ze eens kijken. Ik ben heel benieuwd of ze er iets mee gaan doen. En het leuke was ook dat uh, in Tsjechië heeft onze auto een, een grote check gekregen van, uh, van allemaal monteurs... Uh, en de auto werd aan de, uh, aan de laptop gekoppeld. En uh, uiteindelijk kwam een ingenieur of een monteur die kwam voorzichtig naar ons toe. En die vroeg aan ons: van, ja, zijn jullie van bewust dat het een achterwielaandrijving is en niet voorwiel <laughs> dus, Ja, dat weten wij. Ja, dus dat, uh... Maar die was nog meer onder de indruk van wat wij hadden gedaan uh, met de niet-vierwiel uh, aangedreven auto. En uiteindelijk waren er toch ook wel wat verrassende ontdekkingen vanuit onze kant. Zo hadden wij 24% regeneratie, oftewel als je remt dan kan de batterij weer opgeladen worden door de rem, door de, de kinetische energie. En uiteindelijk was die extreem hoog en veel hoger dan je zou verwachten. En uiteindelijk zijn we erover nagedenken, in Nederland rij je veel snelweg en rem je eigenlijk relatief weinig. Maar wij hebben een echt heel, hele slechte wegen gehad, waarbij je eigenlijk gewoon een gat in de weg hebt en dan rij je weer 100, 200 meter, moet je weer afremmen, gat in de weg en zo enzovoort. En ik had een beetje met natuurkunde doorgerekend dat het dus eigenlijk helemaal niet zo gek was. En dat dus gewoon een kwart van de energie die wij gebruikt hebben, ook weer zelf hebben opgewekt. Dus dat was een, een verrassende. En uiteindelijk hebben we ook onze zonnepanelen gecheckt. En die bleken uiteindelijk maar 5% in, zijn afgenomen in, in efficiëntie. Ja, de, de autobatterij is maar 4% gedegradeerd, dus ook eigenlijk heel weinig. We waren er heel nieuwsgierig naar, omdat je toch wel in hele warme landen bent. Uh, de auto continu in de zon stond, omdat wij dat wilden om dan ook opwek te hebben van de panelen op de auto. Uh, en ja, de hitte, wat, wat we wel eerder zeiden, was voor ons intenser schijnbaar dan voor de producten zelf. Dus dat gaat allemaal prima. Uh, verder was het wel leuk om te ontdekken dat als wij omhoog reden op een berg en weer naar beneden. Doordat we bij naar beneden rijden, dus weer energie regenereerden, was het eigenlijk hetzelfde aan energieverbruik als gewoon dezelfde afstand horizontaal rijden. Waar dat natuurlijk bij een brandstofauto niet het geval was. Dus echt wel een heel leuk voor, uh, voordeel. Uh, ja, en het onderhoud. Wij hadden echt veel meer verwacht dat we veel onderhoud zouden moeten hebben aan de auto, maar eigenlijk was dat helemaal niet zo. En dan uh, natuurlijk de vraag, en nu? <laughs> Nou ja, uh, morgen dan rijden wij weer richting Marokko. Uh, dus, en dat is geen grapje. Uh, we hebben uiteindelijk weer een event van Skoda. Uh, waar, wij, uh, weer, waar wij zijn uitgenodigd om onderdeel van te zijn. Uh, dus morgen stappen wij in de auto. Uh, we moeten een aantal steden even vermijden. In België en waarschijnlijk ook Frankrijk. Uh, maar voor de rest uh, uh, gaan wij weer op pad. En uh, verwachten daar over een dag of vijf te zijn. Uh, en uiteindelijk zullen we weer iets van vijf weken op pad zijn. We gaan terug via Zwitserland. Waar we andere overlanders weer gaan ontmoeten, die, die wij dus in Afrika hebben ontmoet. Uh, en dat, ja. uh, dat is dus voor de komende vijf weken. En daarna weten we het nog niet precies. Dus nee. we zijn nog steeds een beetje aan het landen. Uh, uiteindelijk, ja, je bent 13 maanden weg geweest. Dus na anderhalve maand, bij nog niet helemaal uh, dezelfde. De vraag is of je ooit dezelfde wordt. Want het is toch wel een, een levenservaring. Uh, en, en hoe dat precies tekent voor de lange termijn, dat weten we ook nog niet. Uh, maar we zijn ook wel blij om weer terug te zijn en uh, ja, hebben ook wel weer zin om hier iets met handen vast te pakken. Uh, maar dan nemen we de tijd voor. Dus uh, blijft nog een verrassing. <laughs> See you in Greece. See you in Greece. Nou, dan willen we ook nog even een aantal mensen bedanken, uh, voor, uh, voor de, voor, ook voor deze dag. Dus uh, My Energy om uh, ook dit mogelijk te maken, samen met uh, Innovam en ook uh, Vereniging Elektrische Rijders. En KWH People, die, uh, die uiteindelijk uh, ja, dit mogelijk hebben kunnen maken. Um, ja, zijn er nog wat uh, vragen? Hopla. <laughs> Ik ben, of, hoor je mij? Ja. Ik ben benieuwd of jullie zouden hetzelfde rondje nog een keer met een Tesla Model 3 zouden durven aan ja. durven. Hoe vaak nou, je dan Dat zeker, ja. Dan moet hij wel iets hoger zijn, dat wel. Nee, maar denk je dan dat er genoeg laadpunten zijn? Of er zijn er echt stukken waar je echt... Ja, nou, ik, ik, ik denk dat in veel landen het wel echt snel kan gaan. Uh, dus uh, wat, het is wel het, zeg maar, een beetje een cliché verhaal, maar dat in veel Afrikaanse landen hebben, is er nooit vaste telefonie geweest. Gelijk overgeschakeld naar mobiele telefonie. Uh, en het, het routenetwerk in veel Afrikaanse landen is, is relatief recht toe recht aan. Dus waar we in, in westerse landen soms echt ongelooflijk veel wegen hebben tussen grote steden, zijn daar vaak de grote steden gewoon best wel mooi met elkaar verbonden. Dus ik denk dat qua investering om, om een laadnetwerk op te zetten het eigenlijk wel uh, eenvoudiger is en een lagere investering dan, uh, dan in een wat complexere infra hier in, uh, in Europa. Zo, dus over een aantal jaar uh, zou ik het zeker doen. Ik vroeg me af, kunnen jullie weer terug naar een gewone baan en een geregeld leven? Dat weten we nog niet, want dat zijn we nog niet. Uh, nou ja, de, je kan er zeker weer naar terug, uh, maar ik denk wel dat je het iets anders doet. Dus um, uh, ja, je regelt dingen iets anders, je maakt iets andere keuzes. Je, ja, je bent niet dezelfde, exact dezelfde persoon als voor je ging, maar dat, dat is ook oké. Okay. Ja. Want je, je neemt wel bepaalde levenslessen mee. Als, uh, wat ik heel interessant vond is om te zien hoe anders mensen leven. Dus ik ben altijd opgevoed hier en voor mij is dit normaal. Um, en dan kom je in een hele andere plekken en daar zijn hele andere levensstijlen normaal en die zijn ook oké okay. en daar neem je toch dingen van mee waarvan je denkt oh dat vind ik eigenlijk ook wel een mooie vorm en daar kan ik misschien ook iets mee en dat kan ook weer tot beperkte mate want je moet wel weer thuis passen in deze cultuur uh, maar wat kleine dingetjes wel en dat is ook wel juist heel leuk ja, ja dankjewel oh nou ja nice. dankjewel hoi um, ja, zoals je weet wil ik iets vergelijkbaars gaan doen. Ik heb mm -hmm. eigenlijk twee vragen. Eén is, um, waarom had je geen 4x4? <laughs> en het andere is over verzekeringen en zo, van de auto, etc. Hoe heb je dat gerekend? Ja, goede vraag. Uh, nou, de, de 4x4 variant was de, uh, toen we uiteindelijk voor een Skoda Enyaq kozen. Uh, we hebben er uiteindelijk voor gekozen omdat het een, uh, een, een merk is waar er gewoon niet heel sterke meningen over zijn. We hadden ook een Tesla in gedachten, uh, een Model Y, die ook groot genoeg is. Uh, alleen is daar zulke sterke meningen over, dat dat uh, in de weg ging zitten voor de expeditie. En tegen de tijd dat wij een auto uit moesten zoeken, uh, of je, de Skoda Enyaq gingen kiezen, was er geen vierwielaangedreven versie beschikbaar. Um, en in het kader van, uh, dus er was eigenlijk geen andere optie, en uiteindelijk als er de optie er wel was geweest, hadden we waarschijnlijk ook niet gekozen, omdat het dus veel meer verbruikt. En een vierwielaangedreven Skoda Enyaq is compleet anders dan een vierwielaangedreven uh, Land Rover, uh, omdat dat gewoon een hele andere techniek is. En qua verzekering, uh, we zijn door verschillende landen gereden waar we geen verzekering hadden. Uh, en dat is, uh, dat is ook wel iets waar je bewust soms een keuze in moet maken, omdat het ook heel veel geregeld is. Uh, maar in veel landen kan je wel, is het wel te regelen. Dus dan kan je van tevoren, of je moet het land inrijden en dan in de eerste grote stad moet je dan verzekering uh, regelen. Uh, in Marokko ben je nog verzekerd vanuit Nederland. Van, uh, dus dat scheelt. Uh, maar het, is, uh, het is, blijft af en toe ook wel een puzzel om dat, uh, om dat te regelen. En dat is bijvoorbeeld ook het interessante, dat onze auto had een eigen paspoort, om ook uh, door de landen heen te kunnen. Dus uh, tijdelijke import. En dat bleek uiteindelijk, is dat ook gewoon nog een ongelooflijk gedoe. Soms kost het meer gedoe en moeite om de auto het land in te krijgen dan uh, onszelf. Dus dat is, uh, ja, daar hebben we eigenlijk niet eens zoveel tijd aan besteed. <laughs> we halen op zich. Oké, okay, dankjewel. Ja. Je praat steeds over het elektrisch netwerk. Ja. Je, spree je spreekt steeds over het elektrisch netwerk, maar daarnaast heb je ook zeg maar, internet-telefonie. Uh, ja. Hoe deed je dat door al die landen heen? Ik zag op een van de foto's dat er nog een antenne voorop uh, <laughs> uh, dingen zat. Um, ja, voorop de auto was geen antenne. Dat was, uh, we hebben gedurende de expeditie ook heel veel data verzameld. Daar hebben we nu ook niet zo heel veel overgedeeld. Maar wij, ons doel was echt om zoveel mogelijk data te verzamelen om met feiten te kunnen benadrukken wat elektrisch rijden inhoudt. Uh, dus dat stond los van internet. Uh, internet zelf uh, is heel complex als je dat per land wil regelen, want echt voor elk land moet je een andere SIM-kaart regelen, uh, wat in sommige landen echt heel veel tijd kost vooral, want je maar moet ook je auto internet die heeft toch ja, niet, niet om te gebruiken um, met, met, voor, voor jezelf. Um, en werkt ook vaak niet. Ja. <laughs> um, dus je moet op lokaal steeds een simkaart regelen. Uh, wij hadden het geluk dat we een partner vonden die ons daarbij wilde helpen. Uh, waarbij we een simkaart hadden die in twee derde van de landen van Afrika werkte. Uh, wat heel veel tijd heeft gescheeld. En uh, ja, daar hadden we onbeperkt internet. Dus dat was om video's te uploaden en zo was dat best wel heel prettig. Uh, anders is het iets meer werk, maar het kan wel. En het internet is beter in veel landen dan je misschien zou verwachten. Ja, ja. Nou, Dankjewel. Ik zag jullie heel veel betalen hier en daar. Nou, gebruik ik zelf hier in Nederland of in de Europese landen waar ik kom, eigenlijk zelden weer contant geld. Hoe ging dat bij jullie? Was dat één gedoe met grenswisselkantoortjes? Of kon je toch ook wel ergens je pinpas kwijt? Ja, uite uiteindelijk was dat ook wel uh, gedoe. Uh, Nigeria was een goed voorbeeld dat ze net overging in een andere, uh, een andere valuta. Uh, en daardoor konden we eigenlijk bijna niet aan geld komen, dus konden we ook bijna niks uitgeven. Uh, en in sommige landen is de inflatie zo hoog dat we echt zo'n pak papier hadden, en dat was dan een waarde van uh, misschien 200 euro. Uh, in veel landen konden we wel gewoon uh, pinnen, uh, met creditcard geld opnemen. Uh, en dat, dat lukte eigenlijk allemaal wel. Betaal je soms wel uh, ja, 10 euro voor uh, de transactie. Uh, maar de meeste landen konden eigenlijk wel relatief makkelijk aan geld komen. En hetzelfde dat wij de euro hebben in Europa, zijn er ook wat landen die ook samen gebundeld zijn in uh, valuta. Uh, waar je dus gewoon hetzelfde valuta kan, uh, kan gebruiken. Maar je betaalde meestal wel met cash. Dus uh, ja, gewoon omdat de winkels niet een pinautomaat hebben. Zeker als je wat remoter bent, is dat gewoon niet aanwezig. Maar ook in steden soms niet. Wat je wel heel erg op ziet komen, is dat mensen dat betalen met hun telefoonnummer. Uh, en dat zouden wij ook kunnen doen, maar dan moet je dat weer per land registreren. Want dan moet je, je nummer, moet je een lokaal nummer hebben wat je registreert. Wat dan zoveel werk is, dat dat vaak voor ons niet de moeite was. Maar dat werkt heel erg goed. Maar daardoor hebben wij eigenlijk alle, altijd met cash betaald overal. Ja. Hoeveel valuta's zijn jullie tegengekomen? En hoeveel envelopjes met muntjes en biljetten heb je nog over nu? We hebben veel uh, valuta gehad. Ik zou het dus moeten tellen. Maar ik denk zeker meer dan 25 of zoiets. Ja, ja. Dat dat wel in de buurt komt. Veel, ja. uh, en wat we vaak deden is uh, ja, het wel gewoon wisselen bij de grens. Dus dan hou je op zich niet heel veel over. We hebben wel wat over, maar dat is dan ook wel een leuk souveniertje. Ja. Ja. Misschien nog een laatste vraag achterin. Dat we daarna aan de borrel uh, gaan. <laughs> Oké, okay, nou, en dan wat jij was ook al inderdaad vrij <laughs> Hallo. Um, ja, fantastisch. Ik ben helemaal geïnspireerd door jullie. Wij gaan een uh, waterstofroadtrip maken vanaf april. Oh. Maar wij gaan, we gaan wel gewoon onderweg werken. En wij werken nu ook nog gewoon en we gaan in april al weg. Mm -hmm. Dus ik dacht net, oh, jullie hebben echt een hele lange periode, ook nog voor die tijd, tijd gehad om dit voor te bereiden. Maar hoe, hebben jullie een huis verkocht of uh, hebben jullie onderweg nog wel gewerkt? En hoe werkte dat? Uh, nee, we hebben uiteindelijk kunnen regelen dat de expeditie gesponsord is. En dus Wij verdienen er niks aan, maar het kost ook niks. Um, en ons huis hebben we verhuurd. Dus zo uh, konden we het rondbreien. Ja. Respect wat jullie hebben gedaan. Dank je wel. <laughs> ja, ja, nog een laatste uh, vraag daar achterin: uh, oh. daarna gaan we naar de borrel. <laughs> hoe, hebben, hoe hebben jullie genavigeerd de hele trip? Uh, nou, ja, Google Maps werkt ook gewoon uh, goed. Als je internet hebt. Als je internet hebt uh, en ook op heel veel plekken niet. Dus dat, uh, dat er een grote weg lijkt op Google Maps en dan blijkt het gewoon een letterlijke geitenpaadje. Oh. Uh, maar ja, er is een, een app Maps.me. Uh, Maps.me is, uh, is een offline tool waar je gewoon ook uh, offline de, de map uh, downloadt. Uh, en wij hebben ook gebruik gemaakt van Mappies. Dat is een Tsjechische uh, maker van een, een kaartenapp. Uh, en het voordeel daarvan was, wat wij op een gegeven moment een beetje uh, lastig vonden in te schatten, is dat wij hebben vrij last van, veel last van hoogteverschillen. Dus als je een berg op moet, gebruik je veel meer. Uh, en Maps.me deed dat niet en andere apps eigenlijk ook niet. Uh, en met deze app, uh, we hadden het gewoon een keer gevraagd in, ons, uh, in het netwerk. En er kwam iemand hiermee en daar konden we veel beter inschatten van: oké, okay, we moeten nu een pas over van 2000 meter. Nou ja, dan, uh, dan weten we dat we zoveel meer extra nodig hebben om op de top uit te komen. Dus uh, MapPiece was er ook een. Ja. Dank allemaal voor jullie aandacht. Uh, we hebben nog een borrel achteraf uh, en uh, nou ja, ongetwijfeld zijn er misschien nog heel veel vragen, maar uh, we blijven nog even. Dus, uh...